De geoefende luisteraar die zal zich ongetwijfeld afvragen: wat doet een jonge vader zo plotseling midden in Frankrijk? Op die vraag zal ik straks antwoord geven. Maar voordat ik het doe, wil ik jullie er eerst nog op attenderen dat, mochten jullie mij willen, op wat voor manier dan ook willen ondersteunen, dan is dat mogelijk via Patreon en Petje Af. Volg gewoon de linkjes onder deze beschrijving van deze video of audio. En dan wijst dat zich allemaal vanzelf. En ik heb daar enorm veel aan. Dus bij voorbaat enorm veel dank. En ook iedereen die deze maand Patreon geworden is, wil ik welkom heten en bedanken. En ja, dat gezegd hebbende, rest me niets anders dan vandaag een bijzondere gast aan te kondigen. En dat is namelijk de vaste vertaler, al 23 jaar lang, van de Franse schrijver Michel Houellebecq. Namelijk Martin de Haan. Ik zit hier vandaag in Frankrijk samen met Martin de Haan. En jij bent schrijver en vertaler. En ik ken jou vooral als de vaste vertaler van Michel Houellebecq. Ja, het is heel grappig. We zitten hier om de hoek bij waar jij ook woont, in Autun. Ja. En ik zit hier in het vakantiehuis, of in het huisje van de ouders van mijn vriendin. En ja, ik kwam erachter dat wij vlak in de buurt, vlak bij elkaar wonen. Ja, 20 minuten rijden. Ja, 20 minuten rijden. En dat gaf in één keer een uitstekende gelegenheid om eens een keer te gaan hebben over dat fenomeen Michel Houellebecq. En wat dat is een schrijver die voor mij veel heeft betekend. Een schrijver waarvan ik dan veronderstel die voor jou ook veel heeft betekend. En dat leek me ineens een hele mooie, unieke gelegenheid. Dus ik heb een bliksembezoek verzonnen samen met Frits, de vader van mijn vriendin. Zijn we voor 3 dagen naar Frankrijk gereisd. Net ontsnapt aan de storm. Net ontsnapt aan de storm in Nederland, inderdaad. En 1 dag heen. En nu zijn we hier. En morgen rijden we weer terug. En dan ben ik ook nog op tijd weer voor de laatste voeding voor de baby, als het een beetje mee zit. Dus ja, dat brengt mij hier. Ja. Nou, en het is mooi weer nu, dus het is allemaal goed. Ja. Ja. Mooie uitnodiging ook. Ik vind het wel grappig om zo ineens hier in de buurt zoiets te kunnen meemaken. Er zit hier wel van alles hoor, interessante mensen en zo. Maar dat iemand speciaal uit Nederland komt om mij te interviewen of te spreken, dat is wel bijzonder. Ja, ja, maar ook, ik vind het ook een ik hou ook zelf van dat element van toeval. En dat element van toeval kan het net even de vonk geven in het kruidvat, waardoor je idee tot ontploffing komt of zo. Mm-hmm. Ja, ik weet niet, dat zeker een beetje vaag misschien. Maar soms denk je in één keer van, oh, dat is de benadering, dat is de hoek, weet je wel. En soms kan je ook, heb ik het idee, een kunstenaar kan niet altijd even goed vertellen hoe die zichzelf ziet. Maar ik zie jou als een expert van Houellebecq. En ik ben eigenlijk bezig met een onderzoek in podcastvorm, wat een pluriform onderzoek is, maar wat alle kanten op gaat, maar waarbij een van de aspecten is dat ik ook mijn sporen natrek van, ja, wie hebben mij gevormd? Wat heeft mij gevormd? In welke wereld leven we? En daar is voor mij ook Houellebecq een bijzonder onderdeel van. Dus ik denk dat dit een hele leuke gelegenheid is om zowel over jou en over jouw werk te hebben en over jouw vertaalwerk en ook over Houellebecq. En ik weet niet precies, ik sta er open in, maar dat is voor mij de insteek. Ja, het is voor mij natuurlijk ook iemand die mijn leven enorm heeft gevormd, in de zin dat ik er nu ik ben er nu 23 jaar mee bezig met die man. Dus ik heb een keer uitgerekend van dat moet zo ongeveer 5 jaar van mijn leven fulltime, 24 uur per dag, 7 dagen per week, moet ik in zijn woorden geleefd hebben. Dus het is echt heel absurd. Ja, en had je dat ooit gedacht, 23 jaar geleden? Nou, toen ik begon met hem met Elementaire Deeltjes. Dat was het eerste boek dat ze van hem wilde uitbrengen. En ik werd gewoon gevraagd van, zou jij dat zien zitten om te vertalen? Wat al heel raar was, ik was een totaal onbekende jonge vertaler. Maar ik had een boek van Kundera vertaald, Milan Kundera. Oh, ja. En de uitgever vond dit er wel een beetje aan doen denken. Dus ik ben toen Houellebecq gaan lezen. Ik heb nooit geweten dat je... Ik zeg altijd Kundera. Nee, het is Kundera, ja. Dat heb ik nooit geweten. Weer wat geleerd, ja. Moet je eerst een vertaler voor spreken, voordat je na 20 jaar Iedereen zegt Kundera, maar het is
Tsjechisch natuurlijk. Nee, maar dus toen ik dat las, elementaire deeltjes, gewoon in één dag uitgelezen. Ik weet precies nog hoe ik... Ik lag daar op bed dat boek te lezen, gewoon een hele dag lang. Ik zie het nog steeds voor me, dus dat geeft al aan hoeveel indruk dat maakte. En toen dacht ik, ja, die man die gaat gewoon één boek schrijven, want je kunt niet na dit boek nog een boek schrijven. Hij had er al één geschreven natuurlijk, De Wereld als Markt en Strijd. Dus ik wist niet wat het verder zou gaan brengen allemaal. En daarna kwam hij met een, naar mijn inziens, een beetje flirtboekje Lanzarote. Dat is zo'n een beetje vakantieboekje dat eerst gepubliceerd werd samen met de Franse versie van de L. Dan denk je, wat is dit nu weer? Maar daarna kwam het toch wel weer flink op stoom met zijn werk. Dus zodoende ben ik er toch in blijven zitten. Dat is ook maar heel toevallig ontstaan, zei ik. Maar goed, dat is natuurlijk gewoon het leven, hè? Ja. Het moet toevallig ontstaan, maar daarna heb ik wel... Ik denk, ik bijt me vast in dat soort dingen. Dus als ik vind van, ja, dit is echt de moeite waard. En het brengt mezelf ook iets, dan wil ik er ook mee verder. En dan wil ik er ook over schrijven en zo. Ken je nog iets, wat het meest fascinerend nu, vind ik, aan deze anekdote meteen is... Is die dag dat je dat in één ruk uitleest. Wat kun je daar iets van herinneren nog? Kun je dat moment herinneren of wat gebeurt er? Ja, nee, ik kan me heel goed herinneren. Dus ik zie mezelf nog liggen met dat boek in mijn hand. En de indruk van het boek was... Aan de ene kant natuurlijk een soort maatschappijkritiek die ik nog niet heel goed kende. Het speelde wel ook in de sociologie destijds al een beetje, maar... Wat ik vooral vond, was dat het literair gezien iets totaal nieuws bracht. Stilistisch had ik dit nog nooit meegemaakt. Gewoon een heel schokkende een stijl die alle kanten opschoot. Het was niet geschreven om mooi te zijn. Alsof je in een soort car zit die over een boerenlandweg wordt getrokken. Zo'n gevoel was het. Maar toch vond ik het heel erg mooi. Dus er zit een vorm van schoonheid in die ik nog niet kende. En daarnaast had het een enorme spankracht. Dus het begint in de jaren 60 met het verhaal, of zelfs nog eerder. En het eindigt in de toekomst. En hoe die dat dan aan elkaar knoopt, dat is gewoon... Dat is niet na te volgen. En als je dat dan in één dag leest, dan ben je echt helemaal van de kaart. Tenminste, dat was ik. Zo, ja. Ja. Het is interessant. Ja, ik heb natuurlijk ook als eerste elementaire deeltjes gelezen. En ik had min of meer dezelfde ervaring. Ik heb het niet in één dag uitgelezen, maar ik had ook... Ik denk dat ik bij alle kunstvormen die ik dan opeens... waarvan de ogen me open springen... Yeah. Dat bij mij gaat dat altijd gepaard met de gedachte... Wow, mag dit ook? Ja, inderdaad. Zo heb ik het nog niet geïnterpreteerd. Ja. Dus iets totaal mind-blowing. Dat hoor ik ook een beetje in wat jij zegt van... Iemand die alle regels als een laars lapt ergens, maar niet vanuit een soort obstinate... Misschien zit het er ook zelfs allemaal in, van kinderachtige agressie. Ja, maar vanuit meer dat het iets open wil breken wat daaronder of daarachter zit. Of je voelt dat er een enorme drive of een soort motor achter zit. Die eigenlijk, dus de implicatie van zo'n boek, van in ieder geval elementaire deeltjes destijds, is ook een beetje van... Ja, god, we gaan het toch niet hierover hebben? Ja, het klopt van alle kanten. Of ik begin hier en ik eindig daar en het is niet coherent. Maar ja, als we daarover gaan vallen, dan komen we nergens. We hebben niet alle tijd. We zijn aan het leven. We willen dat leven begrijpen. We moeten dat zo snel mogelijk openbreken en in stukjes hakken. Zodat we iets bovengraven wat echter is dan dat gelul waar we een beetje in blijven hangen met z'n allen. Dat gevoel... kreeg ik er zelf van. Dat is dat dynamietstaaf om iets open te blazen. Niet om het kapot te maken, maar om een rotsblok weg te blazen... zodat je die tunnel kan komen of zo. Ja. Nee, dat klopt wel. Maar was het bij jou dan dat hij een soort nieuw instrument aanreikte... om naar de wereld te kijken? Of dacht je meer van... dit heb ik nog nooit meegemaakt, literair gezien... dat iemand zoiets doet... Ja, een beetje allebei. Het is een beetje, ik kende de literatuur ook, weet je wel. Ja, als je, dus laten we zeggen, een schrijver in Nederland die ongeveer het meest gemiddeld is, ik kom even niet op zijn naam,
Maarten het Hart of zo. Maarten het Hart is het meest redelijke midden wat je maar kan bedenken in Nederland. En als ik me bedenk dat ik zo'n boek dan op de middelbare school las voor mijn leeslijst, een beetje omdat het moest. En dan moest je dan gaan kijken wat het thema is. En ja, maar dat is middelbare school, hè? Ja. Nee, maar bij wijze van spreken, dan als je dat vergelijkt met die dynamietstaaf die Houellebecq met elementaire deeltjes aanbiedt, dan dus dat ten eerste, en dan blaast hij die hele dat idee wat literatuur kan zijn op. En dan heb je ook nog je eigen mensbeeld, of het beeld wat je van jezelf hebt en het beeld wat je van de wereld krijgt aangeboden. Wat ook een soort koffieboost krijgt of zo. Dus je zit op alle levels van wat de literatuur kan zijn, maar ook hoe je vervolgens naar jezelf en via jezelf weer naar de wereld kijkt. Ja, want literatuur is niet vrijblijvend. Dus dat bedoel ik natuurlijk ook gewoon. Als iets literair effect op mij heeft, dan is dat niet omdat ik denk van, oh, dat is mooi of lelijk of wat dan ook, maar meer het zet iets in beweging waardoor je anders gaat kijken. En dat doet hij wel. Het grappige is dat hij misschien zijn eigen boek nog wel, dus dat boek vooral ook heel serieus nam als een soort wetenschappelijke bijdrage aan de kijk op de wereld. Hè? Dus er zit een poging in om het idee van vrijheid te herformuleren in termen van kwantummechanica. Als je het eerst leest, dan denk je, wat grappig. Ja. Maar hij gelooft daar echt in. Dus, dat is dus het rare van dat boek. Dat heeft hij later nooit meer gedaan. Maar dat hij ook echt dacht van, ik heb nu de sleutel tot de wereld in handen. Ja. Hij is niet heel bescheiden in dat opzicht. Maar goed, dat past er wel bij eigenlijk, vind ik. Ja, dat past bij dat je, het is een beetje een, het boek als containerbegrip of als vuilnisbak. Yeah. Waar je alles in kan gooien. Ja, dus waarom dat niet ook je ook. Hele. Ja. Alles moet erin kunnen, ja. Ja, en dat je hebt ook best wel veel beschouwingen over Houellebecq geschreven. En onder andere heel mooi nawoord in zijn debuut De Wereld is Markt en Strijd. Dat boek heb ik voorbij. Ik zat gisteren in de auto dus, hè, met Frits. Yeah. En hij kende Michel Houellebecq niet. En hij probeerde te begrijpen wat mijn fascinatie was. Van, leg me nou eens uit wat dat is. En toen werd ik min of meer gedwongen om het een keer helemaal weer fris onder woorden te brengen. En toen begon ik bij, ook al ben ik zelf met lezen begonnen bij de elementaire deeltjes, ik pak toch altijd De Wereld als Markt en Strijd dan als voorbeeld. Dat ben ik ook later gaan zien, toen ik zelf ging schrijven, als een soort van heilige graal van wat een boek ook kan zijn. Of zo. Ja, heilige graal is te groot gezegd, maar ik bedoel meer een soort van, een soort van, hoe noem je dat? Een soort van, dit is een perfect voorbeeld van 180 pagina's, korte hoofdstukken, totaal tegendraads, eigenzinnig, dwars. De titel vangt meteen het boek, de Nederlandse, maar ook de het oeuvre. Allebei, allebei. Dus De Wereld als Markt en Strijd, maar de Franse titel is De Uitbreiding van het Gebied van de Strijd. Allebei vangen ze iets, namelijk wat in die happy up wereld van de jaren 90 die af moest zijn, het meest pijnlijke blinde vlek was. Mm. Namelijk de uitbreiding van het gebied van de strijd, namelijk dat neoliberale idee, dat slaat ook genadeloos toe op het gebied van schoonheid. Ja, en iedereen in je zit ook privéleven, en op je privéleven. Ja. En dat hele idee, dat is in die tijd een blinde vlek. En daar vind ik Michel Houellebecq het meest visionair in. Dat hij dat in één klap op de kaart zet, maar niet inderdaad als een theorie, maar als heel erg transparant als zijn eigen persoonlijke pijn. Yeah. Wat hij toch ergens vangt in zo'n amorf boek en pat de wereld in gooit. Nou, dat is het inderdaad. Want dit is natuurlijk, hij heeft ooit een keer gezegd van, toen hij daaraan begon, leek het een soort nepdagboek. Dus hij ging maar gewoon schrijven alsof hij dit had meegemaakt, wat niet waar was. En al schrijvend ontdekte hij, oh, het wordt een roman. Dus natuurlijk ook al als binnenkomst, dus van niet van, we gaan nu een roman schrijven. Want hij was eigenlijk anti-roman, hè? Dus hij hield niet van personages, want het zijn toch allemaal constructies. En waarom zouden we nog realisme bedrijven? Want er zijn al genoeg realistische boeken, waarom zou je dat nog doen? En dan gaat hij toch zelf ook doen. Dus, en in het begin is dat een beetje, voelt een beetje als een soort parodie van een roman. Dus over een personage dat zijn auto ergens parkeert en hem niet meer kan terugvinden. En dan denkt van, nou, laat maar staan, ik hoef hem niet meer. Ja. Dat is heel bizar. Maar dat is een hele mooie passage ook. Omdat hij dan zegt, volgens mij, iets in de richting van,
van ja, ik ga maar gewoon naar het politiebureau en dan zeg ik wel dat hij gestolen is. Ja. Want ja, als je hem kwijt bent, dat is een soort van... Zo'n loser, ja. Nou, maar ook een soort van, dan denken mensen gewoon dat je niet meer mee mag doen in de maatschappij. Want dat gebeurt, dat kan, weet je wel, dat zegt wel iets over de menselijke gekte of zo. Ja. Ja. Maar gewoon, dus eigenlijk, volgens mij ontdekt hij zichzelf als schrijver, al schrijvend in dit boek. Wat ook vrij normaal is voor een eerste roman, denk ik. Maar en hij komt natuurlijk van ver, want je ziet ook dat hij waarschijnlijk... of dat weet ik natuurlijk ook, van hij is depressief geweest, werkloos. En dat probeert hij te verwerken door middel van dit boek. En dan lukt dat ook, omdat het boek uiteindelijk een succes is. En dat is dus ook wel iets bij hem, van hij... die hele marktwerking, die bekritiseert hij. Maar ondertussen gaat hij er ook in mee. Hij hoopt dat hij met het boek... genoeg geld zal kunnen verdienen om niet meer te hoeven werken. Vooral met elementaire deeltjes zat dat erin. Er zit een heel dubbel... dus hij gaat niet in een ivoren toren zitten en zegt van de wereld waarin wij leven is fout. Zo. Ja. Nee, ja, hij laat ook zien dat je er niet aan kunt onttrekken. Dus ook dat neoliberale, die kritiek zit erin. Maar ondertussen vindt hij het wel heel fijn dat er 20 soorten hummus bij de supermarkt te koop zijn. Dus... Dat maakt het voor mij heel, heel echt ook. Ja, dat je ook daarin weer de dubbelheid of de ambiguïteit van alles... onder andere ook weer de kritiek op een systeem... maar ook weer hoe je daar gebruik van maakt... dat ook alles daar onderdeel van die vuilnisbak ook weer wordt of zo. Ja, en ook dat je niet kunt zeggen van... wij schrijvers, wij streven naar puurheid... en dus wij zien het allemaal goed en we trekken ons terug uit het leven en we gaan lekker in een huisje in de Mofan wonen. En dan is alles opgelost. Zo kan het gewoon niet. En dat ziet hij heel scherp. Terwijl dat denk ik voorheen wel maatschappijkritische schrijvers waren. Bijna altijd schrijvers die dan dachten dat ze het zelf wel goed deden. En hij laat zien van ja, je kunt je er niet aan onttrekken. Dus ja, natuurlijk. Ja, dat is ook weer die alomvattendheid van die markt. En daarom... vind ik ook dat hij dat, ondanks dat je zegt van dat zijn filosofische pretentie misschien wat fast-stretched is, vangt hij, vind ik, toch die wereld in één zin door te zeggen, we leven in een wereld als markt en strijd. Waarbij die aspecten, dus waarbij hij voor mijn gevoel de alomtegenwoordigheid of de alomvattendheid daarvan vangt. Het feit dat je het er niet aan kan ontsnappen en dat je jezelf in je eigen haren moet trekken of zo. En, je zei dat hij dus werkeloos was toen hij de wereld als markt en strijd schreef? Nou, hij was een tijd werkloos. Ik weet niet of dat op dit moment was. Ik vond, nee, toen had hij net een baantje bij het Franse parlement als computer, als IT'er. Ik zie het ook helemaal voor me. Die man is zo wereldvreemd, dat moet gewoon verschrikkelijk zijn geweest. Ja. Dus zodra het kon, is hij daarmee gestopt ook. En dat is ook de autobiografische grond waar die plot een beetje losjes op gebaseerd is. Ja, dit is ook een IT'er natuurlijk. Of je voelt wel dat je die wereld van die IT-wereld een beetje moet kennen om er zo mee af te rekenen. IT-wereld en de wereld van het werk. Dat vind ik trouwens heel sterk van dit boek. Van de wereld van het werk wordt heel scherp neergezet van... Dat is in zijn latere boek helemaal niet meer zo. Dan is hij daar niet meer mee bezig. Maar ik denk dat hij daar echt onder heeft geleden. Onder van, je moet naar je werk toe. Dus je hebt al een vast tijdschema om er naartoe te moeten gaan. Dat is natuurlijk al afschuwelijk. En dan moet je je ook nog de hele dag correct gedragen binnen een bepaalde conventies. En als je een beetje onaangepast bent of je bent gewoon... Ja, dat is die wel. Dus dan is dat een heel zwaar kader. Omdat ik zit net te denken van... Ik heb zelf ook nooit een vaste baan gehad. Dus ik kan er zelf niet heel goed over oordelen. Maar... Ja, maar dat is natuurlijk ook zo'n... Ik snap ergens daarin ook wel... de mensen die zo ontzettend boos worden van deze boeken. Omdat natuurlijk... Je kunt je eraan onttrekken. Dat is als je het heel flauw zegt. Hè? Zo van, ja, je kunt ook niet in die kantoorwereld komen. Maar ik vind geen terechte kritiek. Omdat hij juist helemaal niet, vind ik, beweert dat dat zo is. Maar je ziet wel heel goed hoe dat inderdaad
op hem inwerkt. Hij is heel eerlijk in dat het over hemzelf gaat. En daar heeft hij een soort van, of hoe zeg je dat, heel veel personages zijn een soort avatars of afgevaardigden of variaties op hoe ik me voorstel dat hij zelf ook een beetje dat zal is natuurlijk zijn, altijd zo, een, waar je mee speelt. Zo'n soort oud probleem in de literatuur van mag je de personages gelijkstellen aan de schrijver. En ik denk dat het vaak zo is dat het als een spiegel functioneert. Dus de schrijver baseert natuurlijk die personages op zichzelf, maar hij kijkt dan in de spiegel en ziet ook de verschillen. Dus het is een soort lachspiegel. Veel van zijn personages heet ook Michel. Dat is geen toeval, maar aan de andere kant... misschien het beste voorbeeld is wel... In Elementaire Deeltjes heb je die twee halfbroers, Bruno en Michel. En het is natuurlijk evident dat ze allebei een kant van Welbeck zelf vertegenwoordigen. Dus de een is een autist die de wetenschap induikt en die geen contact heeft met de wereld. En de ander is een leraar Frans die eigenlijk de hele tijd alleen maar naar contact met de wereld op zoek is in de vorm van seks. En die twee dingen, die sluiten elkaar uit. Maar ze komen wel allebei uit het brein van één mens, Michel Houellebecq. Dus ik denk dat hij die twee kanten in zich heeft en steeds afwisselend verbeeld ook in zijn boeken. Ja, ik vind bij Houellebecq meer dan bij veel andere schrijvers nog wel ergens heel duidelijk dat de romanpersonages zo eigenlijk puppets zijn van het plan van degene die dat als excuus gebruikt om de bundel bij elkaar te houden. En dat vermengt met allerlei passages, bespiegelingen, beschouwingen en allerlei soorten proza. Dat je denkt, deze hele pluriforme fragmentatiebom aan verschillende flarden tekst die bij elkaar gehouden worden door het schijn van een plotje, dat zegt natuurlijk evenveel over de afzender als de wereld. Ja, in de vorm van dat het over de wereld gaat, terwijl het eigenlijk stiekem iets over hemzelf ook zegt. Ik denk dat ik het zo bedoel. Nee, daar ben ik het wel mee eens. Maar het is een beetje het probleem met mensen die dat lezen. Ik geef ook lezingen erover en zo. Ik heb altijd dezelfde vraag van, is het dan echt zo'n vervelende man? Gewoon, omdat die hoofdpersonen zijn niet bijvoorbeeld sympathiek. Dus, is het, en daar speel je natuurlijk mee. Ja, dat je, zeg maar, dus dan krijg je gewoon... we zijn gewend om boeken te lezen met identificatie. We denken van, we moeten ons identificeren met de ik-persoon. Dus de stap om te zeggen van... misschien is die ik-persoon wel helemaal niet sympathiek. Dat is al een behoorlijke stap. Ja, dat is al vaker gedaan. Dat is, weet ik veel, Dostojevski of zo. Maar toch is dat wat het misschien ook lastig te lezen maakt voor veel mensen. Dat je aan de ene kant denkt van, ik wil hier niet in meegaan. Aan de andere kant van, is die man nou zo? Of, nou, misschien heb ik kan wel een voorbeeld noemen. In de Koude Revolutie, de verzameling met stukken en essays, daar staat een stuk in dat gaat over vrouwen en hoe je vrouwen versiert. En dan somt hij op wat dan de vormen zijn. En dan zegt hij van, ja, het is natuurlijk ook heel goed om dan elkaar tegen te komen bij een gezamenlijk protest. En dat schept ook een band. En zo somt hij dat op. En het is een heel komisch stuk, omdat hij dat eigenlijk probeert te theoretiseren. Maar je weet gewoon, het is natuurlijk geen theorie. Dit is gewoon, hij heeft gewoon zelf vier ervaringen. En daar heeft hij een essay over geschreven, wat hij in die essay-stijl op een soort grappige, ironische, kinderachtige manier een spelletje van maakt. En ik denk dat ik het op die manier bedoel, dat hij altijd een spel speelt met wanneer het eigenlijk stiekem ontegenzeggelijk over hemzelf zou moeten gaan. Dan kan het weer in de stijl zijn van iets algemeens en andersom. Ja. En, maar dat zegt mij wel, dat die hele brei aan woorden... Nee, dat klopt. Dus ook iets over die afzender zeggen. Zo bedoel ik het, denk ik. Wat opvalt is ook dus in de essays staan bepaalde stukken die eigenlijk bijna onbewerkt of in een net iets andere vorm ook in de romans voorkomen. Alleen bij een essay denk je, dit is van de schrijver. Want een essay schrijft een schrijver vanuit zijn eigen standpunt. Ja. Terwijl het in de roman wordt opgenomen in die maalstroom. En dan wordt er juist afstand van genomen. Weet ik veel over die passages over sekstoerisme of over die nudiste stranden in Zuid-Frankrijk. Van hoe dat wordt beschreven. In het roman denk je van, er wordt afstand van genomen. En dan lees je weer een essay van waarin hij het zelf ook doet. En dan,
Dus dat klopt wel met wat jij zegt, denk ik. Van, alleen dan kun je het nog doortrekken en dan zeggen van... is die man niet in zijn leven zelf ook bezig met het bedrijven van een soort romanachtig procedé? Wie zegt dat hij in zijn leven authentiek is en in zijn boeken een kunstje bedrijft? Misschien is het wel andersom. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, de indruk die ik dan zelf krijg is... dat hij, dat volgens mij schrijf jij dat ook in een van je essays... dat buien zijn of stemmingen en stemmen... Ja. Waarmee hij een jong leerspel speelt. En dus het is niet zozeer dat hij met zijn essayistiek... achter die beweringen staat, maar hij laat gewoon die buien en stemmen weer klinken en met elkaar in botsing komen. Ja. En wat hij daarmee doet, naar mijn idee, is dat hij door dat allemaal bij elkaar te brengen als een roman, probeert hij iets open te breken wat op een heel veel implicieter level over zijn pijn of verdriet gaat. En dat is echt. Dat gaat zeker. Echt over hem. Nee, dat is zeker. En daarmee zegt hij niet van... iedereen in de wereld is vrouwenonvriendelijk... en overal worden mensen vermarkt en uitgebuit. Maar dit is de pijn die ik voel. Ja. En dat heb ik zo getheoretiseerd... en met al die stemmen vormgegeven... dat je voelt dat dit mijn schreeuw is. Of zo. Ja. Maar dat wat erachter zit... dat voelt als iets wat authentiek is... of echt is... en echt met de afzender van deze werken te maken heeft. Ja, dat klopt. Maar... ben ik te volgen? Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Ik zit alleen te denken van, ik ken die man ook persoonlijk. En dan dat compliceert het nog een beetje. Want hoe stel je je dan iemand voor die al die touwtjes dus zo netjes toch bij elkaar kan houden? Het is wel een fragmentatiebom. Dus het vliegt alle kanten op. Maar ja, het zit toch maar mooi in één boek zo, hè? Ja. Dus hij slaagt erin om dat bij elkaar te houden. Maar als je hem dan tegenkomt, hoe is die man dan? En dat is dus voor mij iets heel raars. Want je werkt heel nauw met hem samen, toch? Dat idee kreeg ik altijd. Vooral in de beginperiode heb ik... Je hebt hem een aantal keer geïnterviewd en je bent een aantal keer langs geweest. En ook optredens samen gedaan. Thuis geweest en zo. En ik heb zelfs, ik ben ook fotograaf, dus ik heb ook zijn huis gefotografeerd. Oh ja. Dus ook, dat is heel interessant om te zien wat er dan daar gebeurt. Die foto's hier. Dat is helemaal niet het beeld wat ik in mijn hoofd had. Nee. Dus ik vind het soms moeilijk om het beeld dat je uit die boeken krijgt van de man... om dat te combineren met de man zelf, zoals je hem dan ontmoet. Maar dat lijkt me eigenlijk misschien wel bij elke schrijver zo. Dat weet ik niet. Als je er goed over nadenkt. Ja, dat is dus het lastige eraan. Dus wat ik net zeg, hè, dat ik zeg van dat wat echt is... en wat in zijn diepe kern over de schrijver zelf gaat... dan nu ik dat zeg, denk ik, en nu jij dit daarover... nu dit jouw antwoord is, denk ik... dat gaat dus over wie hij was toen hij begon met schrijven. Ja. Dus toen hij begon met De Wereld als Markt en Strijd. Of althans waar mijn onderzoek begint. Ja. Dus diegene die computerprogrammeur... die zichzelf bevrijd heeft. En natuurlijk is het een paradox... dat je door te schrijven bestseller-auteur wordt... en met dat geld je leven ook weer vorm kan geven... op een manier die weer afdrijft van waar dat mee begon. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Nou ja, als je het zo zegt, dan lijkt het bijna van... hij heeft de succesformule ontdekt en die blijft hij uitbuiten. Maar dat is natuurlijk ook weer niet zo. Maar hij zei dat wel... Dat is in ieder geval niet wat ik heb proberen te suggereren. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Dat zo kun je het zeker cynisch horen. Ja. Wat ik zeg. Bijvoorbeeld bij Serotonine was dat. Dus zijn voorlaatste boek. Toen ik hem toen sprak, toen zei hij ja... Het ging allemaal zo makkelijk, het schrijven. Dus hij zegt dat het met de jaren makkelijker gaat. Dus ik weet niet hoe het bij dit nieuwste boek Anéantir dan is... want ik heb hem nog niet gesproken. Maar ik kan me voorstellen dat het daarbij ook geldt... want het is een dik boek en hij lijkt gewoon goed in zijn schrijversvel te zitten nu. Terwijl in het begin had hij dat schrijven nodig, denk ik... om uit zijn lijden te komen... En dat heeft hij niet meer nodig, misschien. Maar nu schrijven dus... Het is geen overbodige luxe geworden... maar het is wel iets wat hij... waarvan hij weet dat hij het kan, zeg maar. Dat is het.
Als je iets een tijd gedaan hebt en je weet van, nou, dit gaat goed. Maar ja, goed, aan de andere kant, hij doet ook andere dingen erbij. Hij maakt films, hij maakt foto's. Hij heeft ook foto's geëxposeerd. Hij heeft muziek proberen te maken. Dus het is wel iemand die volgens mij altijd een soort onrust in zich heeft. Ja. Ik wil nog even terug naar het begin, want daar wilde ik net ook al wat vragen over stellen. Maar je schrijft ook heel mooi, vind ik, in dat nawoord van De Wereld als Markt en Strijd, hoe dat destijds is gegaan. Als ik dat... misschien moet ik dat gewoon vragen. Van, kun je dat nog eens vertellen? Je begint je voor wat met een heel specifieke anekdote, dat er een soort van lijst wordt gemaakt van de 100 schrijvers die Frankrijk hebben gemaakt. Ja, dat is een anekdote die ik... Volgens mij had ik die van Koendera gehoord. Dus er werd in Le Journal du Dimanche, dat is gewoon een zondagskrant. Ik denk dat het elke week dan één persoon was die mocht dan de vraag beantwoorden: welke boeken hebben Frankrijk gemaakt? Dus de identiteit van Frankrijk. Het is al een heel Franse vraag, hè? Dat zou je in Nederland nooit horen. Welke boeken hebben Nederland gemaakt tot wat het is? Ja, maar ja, Frankrijk is ook echt een literatuurland. Ja, Frankrijk is het literatuurland. Ik vind het ook echt bij Frankrijk passen, die vraag. Op een of andere manier heb ik meteen zin om die vraag te beantwoorden. Als het is een fantastische vraag. Maar het grappige was dat er dus maar één levende schrijver in terecht kwam. En dat was Houellebecq. En dat was niet dus. Hij had toen één boekje, dus De Wereld als Markt en Strijd, geschreven. En het is dus heel bizar dat hij dan in die lijst terechtkomt. Terwijl er allerlei heel grote levende schrijvers waren die er niet in kwamen. Dus hoe dat kan, ja, misschien heeft hij gewoon een fanclub gehad of zo. Maar wat ik zo fascinerend aan die anekdote vind, is dat hij dat boek heeft geschreven inderdaad als een nepdagboek. Zo is hij ermee begonnen. En het is een soort van anti-boek. Maar ja, ik vind het nog steeds een van zijn allerbeste boeken. Ik heb het misschien wel het meest gelezen van al zijn boeken. Dus ik vind het een heel goed boek. Dus ik vind het helemaal geen anti-boek. Maar ik snap ook waarom dat zo gezien wordt. En dat het ook qua PR alle regels aan zijn laars lapte. Ja. Dat het bij een kleine, een beetje onbeduidende uitgeverij was ondergebracht. Nou ja, onbeduidend. Niet, het is Maurice Nadeau was ook de uitgever van Georges Perec. Dus die Nadeau is echt zo'n belangrijke figuur geweest in de Franse uitgeverijwereld van na de oorlog. En, maar hij gaf altijd op kleine schaal uit. Dus, en Houellebecq had toen een relatie met Marie-Pierre, dus met wie die ook getrouwd is toen. Die werkte bij een andere kleine uitgever, waar Houellebecq's allereerste boekjes zijn verschenen, kleine boekjes. En zij is gaan leuren met dit manuscript. En uiteindelijk heeft ze Maurice Nadeau zover gekregen om het uit te geven, terwijl hij het eigenlijk niet zag zitten. En toen werd het dus ineens een cultboek. Je schrijft ook van, Frankrijk raakt het er maar niet over uitgepraat. Ja, dus er is een boek wat alles, maar dan ook alles aan zijn laars lapt. Ja. De inhoud, de vorm, de stijl, de PR, de marketing. En dat is een soort van zwart bloempje, wat gewoon in de midden in de jaren 90, in die tijd dat ook Windows 95 bij wijze van spreken wordt uitgebracht, en waarin Pulp Fiction net uit is gekomen. En in die periode is dat bloempje, bloeit dan zo in één keer die Franse literatuur binnen, en iedereen heeft het erover. En niemand koopt het, hè? Niemand koopt het. Want iedereen leed het aan elkaar uit. Ja. Dus de verkoop ging niet omhoog, maar iedereen had het erover. En dan zegt Houellebecq, ja, gelukkig had Maurice Nadeau een beleid van stevige kaften. Omdat dat boek steeds weer door werd gegeven aan andere mensen. Ja, dat is zo, ergens zo'n veelzeggende, meteen kernanekdote. Ja, dat mensen dan denken van, wie is ook dit? Maar daarom werd hij vanaf dat moment eigenlijk gezien als de grote belofte van de Franse literatuur. Dus de verwachtingen waren enorm hoog gespannen voor zijn tweede boek. Dat was dus Elementaire Deeltjes. En dat is toen eigenlijk radicaal tegenstelde manier. Dus het is met een enorme PR-campagne gebracht. Houellebecq zelf heeft ook veel geld ervoor gekregen. En hij heeft overal interviews gedaan.
En toen zeiden de mensen, oh nee, dat is niet de schrijver die we hebben leren kennen door dat eerste boek. Want dit is gewoon... Terwijl hij eigenlijk zijn die-hard fans al meteen van zich vervreemd eigenlijk. Ja. Wat grappig. Maar mijn vraag zou dan zijn, kun je dit verklaren? Kun je dit duiden? Omdat je er misschien veel dichterbij hebt gestaan dan ik van ook in die tijd, van wat was dat dan in de jaren 90, dat in één keer niemand erover uitgepraat raakte? Je bedoelt dat eerste boek? Ja. Nou, toch wel, volgens mij, omdat de Franse literatuur lang gezocht heeft naar nieuwe vormen. Dus je had, wat is er na de oorlog geweest? Dus je krijgt dan Sartre en Camus, het existentialisme, veel Nederlandse lezers zien dat nog steeds als het eindpunt van de Franse literatuur. En daarna kreeg je de nouveau roman, heel experimenteel en voor veel mensen onleesbaar. En daarna was er eigenlijk niks meer behalve wat eenlingen. En, dus hij, ik denk dat mensen hem hebben aangevoeld van nu gebeurt er echt iets nieuws. En er zijn ook schrijvers een beetje met wie hij ook contact heeft, die op een vergelijkbare manier ineens met de wereld aan de slag gaan. In plaats van de typisch Franse benadering is altijd geweest van we gaan de stijl om de stijl. Van, dat noemen ze l'écriture. De schriftuur. De stijl is heilig. Dus de stijl is eigenlijk het doel van alle literatuur. En daar breekt hij volledig mee. Hij zegt ook ergens van, zodra mensen over écriture, dus over schriftuur beginnen te praten, dan is het tijd om nog een biertje te bestellen. En hij zegt ook, hij citeert dan Schopenhauer van, de enige goede stijl is als je iets te zeggen hebt. Dus hij draait het gewoon helemaal om. Ja, en die omdraaiing, daarvan krijg je dan de indruk dat, dus als je dat in Nederland zou zien, dat mensen die op die manier anti zijn, dat een vorm van aandacht zoeken is. Maar bij Welbeck heb je het idee dat die onverschilligheid, zoals die one-liner geformuleerd wordt, dat die zo echt is dat je daarom denkt, er gebeurt iets. Want dat iemand echt liever daadwerkelijk een biertje bestelt dan dat hij zich bezighoudt met stijl, bij wijze van spreken. Het is een beetje dubbel, denk ik. Want hij, natuurlijk is hij met stijl bezig, maar hij ziet het niet als doel van het schrijven. En ik denk, er zit natuurlijk een forse provocatie in ten opzichte van de hele Franse traditie. Ik heb ook in het begin wel correspondentie met hem gehad. Van dan zie je, hier herhaalt hij binnen één alinea hetzelfde woord 4 keer bijvoorbeeld. Nou, dan heb ik op de middelbare school geleerd dat storend is. En vertalers hebben sowieso al de neiging om dat weg te vertalen. Dus die gaan dan synoniemen zoeken. Maar ik vond het wel interessant. Ik dacht van, is dit nu... doet hij dit bewust of hoe zit dat precies? En dus hebben we ook over gecorrespondeerd. En dan zegt hij gewoon, ik vind dat niet zo erg. Ja. En dus je hebt een hele andere manier van met stijl omgaan. Want de waarheid zit hem dan in dat vind ik niet zo erg. Dat is niet alleen die onverschilligheid, die vruchtbare onverschilligheid die afrekent met het vorige wat zo heel pietluttig is. Ja. Maar het is ook... De implicatie is, ik vind andere dingen gewoon belangrijker. Ja, ja. Of ik heb gewoon daar even niet op gelet en ik ga niet... Dat vindt hij. Hij vindt het dus ook echt niet erg. En, ik heb dus Kundera vertaald die hele duidelijke stellingen heeft over herhalingen. Ja. Dus ik was een beetje geformateerd daardoor van... Een herhaling is ofwel poëtisch, dus je herhaalt het op zo'n manier dat je denkt, dit heeft een soort ritmisch procedure. Of het is een concept dat moet terugkomen. Want je gaat niet, bij Heidegger, het da-zijn ga je niet eerst da-zijn en dan existens en dan dat leven gewoon afwisselen omdat het anders lelijk wordt. Want dan lijkt het net van, waar hebben we het nu over? Gaat het nou daarover of daarover? Dus dat is een conceptuele herhaling. En de derde is natuurlijk de onhandige herhalingen. En die hebben we dan op de middelbare school geleerd te vermijden. En Welbeck onttrekt zich daar gewoon aan. Want je schreef ook al in een van je stukken dat hij... bijvoorbeeld Platform is dan een voorbeeld van... dat hij ergens begint en ergens eindigt. Maar dat einde is pertinent onverenigbaar met het begin. Maar dat vond hij niet leuk, hoor. Toen ik hem dat vroeg. Nee, dat vond hij misschien niet leuk. Maar dat is wel niet typerend, voldoende om dat open te breken, zeg maar, toch? Ja.
Dus dat ging erom dat platform begint met een ik-persoon die zegt dat zijn vader gestorven is. En ja, hij had een moeilijke relatie met zijn vader. En, dus ja, een dubbelheid van opluchting en verdriet. En om het te verwerken gaat hij toch maar op vakantie, ontmoet hij zijn grote liefde. Daar gaat het hele boek verder over. En aan het eind van het boek gaat die grote liefde dood door een bomaanslag. En dan zegt hij aan het eind van, ja, hoe moet ik dit verwerken? Nou, ik koop een pak papier en ik ga mijn verhaal opschrijven. En dan denk je dus, dan is dit boek dat we net gelezen hebben, is dus het boek dat hij gaat schrijven. En dan kijk je weer terug naar het begin. En dan begint het met, ja, mijn vader is dood. Wat dus heel absurd is, als je net je vriendin bent kwijtgeraakt in een bomaanslag, dan ga je niet zeggen, mijn vader is dood. Dus dat is ook, hij schrijft lineair en hij denkt dan niet van, oh, ik moet het hele boek omgooien, omdat het de constructie niet meer klopt. Ja, dus dat is denk ik waarom ik dit voorbeeld ook weer bijhaal. Ja. Omdat je dan gaat nadenken van, dat zit je aan denken over wat wel belangrijk is. En dat is dus voor mij, naar mijn idee, iets wat daarachter ligt en wat belangrijker is dan coherentie of plotje of logica of zo van ja. Of, en dus ook niet dat hij inderdaad geen stijl heeft. En dat heb ik je ook op verschillende momenten zien opmerken in je beschouwingen. En ik vind zijn stijl ook heel trefzeker. En ik zie het meer als een soort dartpijltjes die naar een bord worden gegooid of zo. En het kan elke keer een andere vorm aannemen. Maar het heeft elke keer wel een bepaald soort aforistische trefzekerheid. Ja. En ik heb heel vaak bij de Wereld als Markt en Strijd, dat ik dat er weer bij pak en dat allereerste hoofdstukje, die allereerste pagina lezen, dan denk ik, hoe doet hij dat? Ja, dat is hoe kan hij me er zo snel intrekken? En in dat universum in, het is een betovering. Het zal geen A4'tje zijn, al met al. En je zit er gewoon meteen in. En het is zo'n, maar ook het einde van het boek, dan volgens mij eindigt met, ik zal het eens bijpakken, maar van het doel van het leven is gemist, zo is dan de laatste zin. De sublieme eenwording zal niet plaatsvinden. Het doel van het leven is gemist. Het is 2:00 PM, zo pad, boek dicht. Of zo. Ja, daar zit natuurlijk een enorme stilistische kracht in, maar het is niet, het is iets anders dan de stijl zoals dat vooralsnog werd opgevat. En daar zit het dan in. Het is op een andere manier aanvoelen van wat belangrijk is en wat niet. Nou ja, ik denk dat we zijn doorgeschoten ook met ons idee van stijl. Maar in Frankrijk heel duidelijk van, Flaubert had al als eerste zo'n van die regel, hij had de brultest. Hè? Dus hij ging voor zichzelf heel hard zijn geschreven teksten voorlezen om te kijken of het niet storend was. Dus of alle klanken goed op elkaar aansloten, of er geen storende herhalingen in zaten en zo. En die eisen van Flaubert die zijn bijna verabsoluteerd in de Franse literatuur. Dus iedereen ging op die manier schrijven en ik denk dat Welbeck een van de eerste is die gewoon lijnrecht daar tegenin gaat en zegt van nee, zo wil ik niet schrijven. Dus dat is het mooie ervan. Maar ik heb het grappige ook, Nederlandse schrijvers die ik spreek, die verschillende zeggen maar, ja, maar Welbeck schrijft toch zo lelijk? En dat vinden ze dan ofwel omdat ze het Frans lezen, ofwel omdat ze mijn Nederlandse vertalingen lezen. Dus dat is dan een compliment, want blijkbaar roep ik hetzelfde gevoel op. maar ik snap dus niet waarom het lelijk gevonden wordt. Ik snap wel waarom het iets doet, maar ik vind het niet lelijk. Ik vind het wonderbaarlijk wat er gebeurt. Inderdaad, van die kleine breukjes jouw beeld van de dartpijltjes vind ik heel mooi. Ja, ook bijvoorbeeld bij De Wereld als Markt en Strijd, dan heeft hij soms wel een titel en soms niet. En dat vind ik ook zo. En dan hoofdstuk 2 heet volgens mij Tussen de Marcels. En dat gaat dan over 3 straten die toevallig alle 3 Marcel-achtige naam hebben. Dus het staat dan, alle straten konden, of ja, hij is zijn auto kwijt. En dan zegt hij van, alle straten konden het even goed zijn. Rue Marcel Semba, Rue Marcel Dessau, ... en dan zo. Heel veel Marcels. En dat hoofdstukje heet dan Tussen de Marcels. En dan daar zit een bepaald soort van, en dan het volgende hoofdstukje heeft weer geen titel. En daar zit meteen iets in van, ja, gaan we nou echt dat gedoe met die titels doen of niet? Wat kan mij het schelen? Ik ben gewoon mijn auto kwijt, weet je wel? Er zit een soort van no-nonsense benadering in van wat literatuur is, hoe je dat opschrijft, waardoor je meteen een indruk krijgt wie de
persoon is die hierachter zit. Maar je kunt dus ook verder gaan. Tenminste, voor mijn gevoel gaat het verder. Je kunt ook zeggen dat het is niet alleen maar no-nonsense. Het roept een nieuw idee van schoonheid op. Ja. Dat, voor mij werkt dat zo. Het is een beetje, ik weet niet of je thuis bent in klassieke muziek, maar het doet mij vaak denken aan Schumann. Ik ben niet een heel groot liefhebber daarvan, maar die heeft ook van die dartpijltjes. Van, er komt van alles op je af en het lijkt niks met elkaar te maken te hebben. Of hij hangt er gewoon eventjes aan elkaar met een klein touwtje. Dus het heeft iets neurotisch ook. Van nu zijn we hier en oh, nu zijn we weer hier. En dat zit hier ook in. Maar dat is wel een vorm van schoonheid, vind ik. Ja. Het is niet alleen maar van, ik laat de vorm nu wegvallen. Want hij laat de vorm niet wegvallen. Ja. Dus wat mensen ook bij hem gezegd hebben van, hij heeft geen stijl. Ja. Ja, hij heeft wel een stijl. Sowieso, je kunt niet schrijven zonder stijl, want dat slaat nergens op. Je kunt ook niet schilderen zonder kleur. Nou, zijn stijl is om daar doorheen te breken. En ja, nee, maar gewoon. Ik had ook, toch is het herkenbaar. Dus je kunt ook als je een passage leest, kun je zeggen, oh, dit is Houellebecq. Dus dan is het blijkbaar dus wel stijl. Ja, het is een hele, hele atypische stijl die heel eigen is en die niet na te doen is. Die bedrieglijk eenvoudig is, maar die ontegenzeggelijk met zijn manier van naar de wereld kijken en dat opschrijven samenhangt. Ja. Maar hij denkt zelf dat hij geen stijl, dus dat hij geen vaste stijl heeft. Ja, dat klopt ook wel, maar hij denkt dat hij niet herkenbaar is. Maar dat is volkomen onzin. je ziet meteen van ja, dit. Maar goed, dat is ook. Dat is geen probleem. Maar dat is natuurlijk die oude uitspraak van de stijl wordt gezien als navelstreng met de persoon. Waarvan je kunt afvragen van, kan een kunstenaar dan niet zijn eigen stijl kiezen? Dus dat is een interessante vraag, maar. Ja, ik denk dat in dit geval de stijl is wat overblijft als je alles van je afgeworpen hebt en voorbij alle, als je de schaamte voorbij bent. Ja. Je denkt gewoon van, ja, dit ben ik gewoon, dit is gewoon wat ik opgeschreven heb. Ja, maar hij houdt bijvoorbeeld ook erg veel van pastiche. Dus als die denkt van, ik wil nu die of die stijl nabootsen, dan kan die dat heel goed. Dus de reclametaal of wetenschappelijke taal, dat kan die extreem goed. Je moet je dan, vind ik, wel altijd daarbij bedenken dat hij dat dan doet in een tijdsgevricht waarin dat niemand dat doet. Dus er zit iets ook weer voorbij de schaamte als je dat doet. Hè? Er zit een soort van, wat kan mij het schelen? Ik vind gewoon hoe dat in een brochure, hoe alle informaties over een Mercedes heel specifiek wordt opgeschreven, dat vind ik gewoon een perfecte intro voor dit hoofdstuk van dit personage. Dus waarom niet daar beginnen? Daar zit een soort van schaamteloosheid in, waarbij misschien iemand die daar heel erg carrièregericht over nadenkt, denkt van, dat kan ik niet maken. Want ja. Nee, maar dat is het idee van literatuur, dat dus totaal verandert als je zo schrijft. Dus ik wou gaan zeggen, het is niet meer romantisch, maar aan de andere kant is hij juist extreem romantisch. Omdat hij dus, hij gelooft toch in een vorm van zelfexpressie. Dat is misschien de waar het uiteindelijk op neerkomt. Dus ook, het gaat hem altijd om het directe contact. En hij wil direct contact, maar soms is dat niet mogelijk omdat het te hard is. En dat roept dan weer het fenomeen humor op. Dus humor is een schild tegen de werkelijkheid. Maar die man is zo gevoelig. Ik heb hem ook zien huilen als hij naar muziek luisterde. Dus gewoon, je denkt, jeetje, wij verwerken dat allemaal veel beter. En hij moet dus een schild omhoog houden. Ja. En ik denk dat hij dat dus in zijn boek ook de hele tijd doet. Aan de ene kant wil hij doorstoten, aan de andere kant moet hij stoppen. Ja. Ja, terwijl je dit alles zegt, moet ik denken aan, ik had een paar weken geleden een gesprek met Ko van der Bos van Alex Electriek, die eigenlijk in diezelfde tijd ook zat en ook in het theater iets openbrak. En met hem had ik het ook weer over Pulp Fiction, die dat ook in film doet. En daar moet ik nu aan denken. Dus als ik dat probeer, als dat zou proberen uit te leggen, wat dus Pulp Fiction
gedaan heeft. Volgens mij in hetzelfde jaar als De Wereld als Markt de Strijd. Dat, daarvan zegt de titel ook, dit is pulp en dit is fictie. Ja. En dat wordt heel transparant gebracht. Mm-hmm. Maar wat ik met de jaren ben gaan begrijpen is dat hij zegt ook van, de truc is om die klassieke pulpverhalen te nemen en ze dan te applyen met alledaagse echte situaties. Dus voor Tarantino, die dat manuscript aan het schrijven was, was het een truc om juist dichterbij een raar soort van echtheid te komen. En de scène die het meest wordt aangehaald van Pulp Fiction is altijd maar weer die scène waarin die twee criminelen iemand gaan neerschieten. En voor dat moment daar is, hebben ze een onbenullig gesprek over hamburgers, whoppers, et cetera. Dat wordt dan altijd gezien als de klassieke scène waarin ze een beetje aan het bullshitten zijn. En als je dus online gaat kijken naar het scenario, dan zie je dat een scènetje van een pagina is. Twee pagina's. Heel, heel kort scènetje. En toch zit dat in mensen hun beleving als een eindeloze bullshit scène. Ja. Terwijl als je naar Tarantino's scenariotechniek kijkt, wat hij daar heeft gedaan is, hij heeft het echt een enorme spanningsboog meegegeven. Want ze hebben het tijdens het naar binnen lopen bij dat appartement waar ze die shooting gaan hebben. Hebben ze het over bla bla Wallace, de grote baas. Die had ooit eens iemand van het balkon gegooid van de vierde etage vanwege dat hij aan zijn vrouw had gezeten. En later in de film krijgen we natuurlijk de hele plotline van Vincent Vega, die dus een hele dag lang die Mia Wallace moet gaan vermaken. Maar dat, die hele sequentie, dat is maar gewoon een soort van gekke sequentie van non-gebeurtenissen terwijl zij samen viben. Maar die krijgt natuurlijk lading met die scène waarin ze zo'n beetje aan het chatten en aan het lullen zijn. Omdat wat Tarantino had bedacht voor die scène, hij dacht van het lijkt me zo vet wat je vaak hebt, dat de reputatie van iemand wordt opgebouwd door iets wat alleen maar van horen zeggen is. Mm-hmm. En dat had hij als element gebruikt. Dus dat je eigenlijk die Wallace een bepaalde status geeft van horen zeggen. Dat balkon, et cetera. En uiteindelijk, na die sequentie, dan komen ze in dat appartement. En dan zie je die Vincent Vega zo'n beetje kijken van, ja, ik kan eigenlijk geen move maken op haar. Maar had het wel een klik. Maar dat weet je omdat het spanning heeft gekregen. En dan is er dat stukje dat hij per ongeluk die coke voor heroïne voor coke aanziet. En dan krijgt ze een overdosis. En dan wordt ze in dat hart geprikt. En dan komt ze bij. En dan zijn ze nog een beetje aan het kletsen. Nou, dat moment, daar wil ik het over hebben. Dat kletsmoment wat ze daar hebben, is eigenlijk een heel echt en mooi moment. En dat doet heel erg, als je die film aan het kijken bent, dan denk je echt van, ja, dit is hoe ontmoetingen gaan. Die van één dag en die echt zijn. Ja, ja, ja. En dus wat zo knap is aan Pulp Fiction, is niet alleen dat hij dat contrast heeft aangebracht van die gruwelijke scènes en dat arbitraire gelul en waar iedereen altijd maar over heeft. Maar hij heeft op een hele slimme manier al die schakeltjes zo goed neergezet. En die film zit er vol mee. Ik licht er maar eentje uit. Die zit er zo vol mee dat je aan het einde van die scène denkt van, wow, dit is zo goed gevangen. Hoe dat wel eens voelt in het leven. Dat je dan met zo'n overdosed vrouw op zo'n arbitraire, in het diepste gedeelte van de nacht, bij elkaar zitten en dan dit uitwisselingetje hebt of zo. En dat is veel echter dan je tot nu toe in films zag, dat een ontmoeting is van één dag. Dat proef jij hier ook in. En dat proef ik dus ook bij Welleback. Dat bedoel ik dus steeds met dat openbreken. Ja. Van hij zet al die trucken in en al die buien en alle dingen die we nu hebben besproken. Maar op zo'n manier dat je voelt dat daar iets weer veel echters onder zit, wat tot nu toe, en dat is nieuw. Dat is op een nieuwe manier komt die dichter bij mij. Mm-hmm. Dus ik maak nu even een bocht, maar daarin doet hij in de literatuur iets wat Tarantino dan in die film doet, waar je niet lichtzinnig over moet doen. Wat niet alleen maar gewoon anti-dit of anti-dat is, maar wat echt iets openbrengt. Nee, helemaal niet. Nee. Maar hoe zie je dat in zijn latere boeken? Komt het daar ook in? Nou, voor mij doet hij dat dus het meeste in zijn eerste 4 of 5 boeken. Dus ik zie toch een waterscheiding van alles tot en met De Kaart en het Gebied. En daarna niet meer? Of, dat weet ik niet. Ik bedoel... Het kan ook zijn dat ik op een leeftijd en in een tijd was aanbeland in mijn leven, dat dat bij mij het meeste binnenkwam. Dat ik ook als die geëmotioneerde persoon met een open zenuw daarna dat gelezen had. Maar bij mij kwam dat echt binnen. En ik dacht van, wow, kun je er ook... Dus bij mij opende dat iets. Een mogelijkheid van een eiland, heb je die gelezen? Ook, ja. Want dat vindt hij zelf nog steeds zijn beste boek. En
Wat vind jij zijn beste boek? Ik vind De Kaart in het Gebied. Ah ja. Sorry, maar ik onderbrak je. Maar gewoon het grappige is... de meeste mensen vinden Mogelijkheid van een Eiland zijn slechtste boek. En hij vindt het zelfs zijn beste. Ja. De reden waarom is heel simpel. Daar heeft hij het hardst op moeten werken... om het tot een goed einde te brengen. Dus hoe makkelijker het is, hoe minder goed hij het zelf vindt. Dus hij, Elementaire Deeltjes vindt hij ook heel goed... want dat was ook hard werken. Grappig. Ja. Nee, ik snap dat wel. Ik bedoel, als je heel hard je best moet doen om datgene wat je wilt doen te realiseren... en je hebt dan uiteindelijk het gevoel dat het gelukt is of ongeveer gelukt is... dan ben je er natuurlijk blij mee. Terwijl als iets helemaal vanzelf gaat, ja, dan is het er. En waarom denk je dat dat zijn slechtste ontvangen... Nou, niet slechtste ontvangen, maar gewoon onder lezers... Neem bijvoorbeeld een van de... Er zit één hoofdstuk volgens mij van 60 of 80 bladzijden... in de Mogelijkheid van een Eiland. Ik vind dat zelf een van zijn zwakste hoofdstukken... want het gaat maar door, het is heel lineair. En ik zei op een gegeven moment tegen hem van... ja, ik vind dat wel een heel lang hoofdstuk. Dus een beetje... Dan zei hij, ja, maar daar ben ik heel trots op... want ik ben niet lineair. En als het mij dan lukt om een lineair hoofdstuk te schrijven... Dan is dat echt een overwinning. Dus zo vond hij ook Platform als boek. Is een heel lineair boek. Vond ik een beetje jammer. Want ik hou juist van die springerigheid. Van de dartpijltjes. Ja. Maar juist omdat het hem was gelukt om lineair te schrijven. Was hij er zelf heel blij mee. Dus het lijkt ook alsof hij... hij kijkt anders naar zijn eigen werk dan wij natuurlijk. Hè? Dat lijkt me ook normaal. Ja, precies. En... Ja, ik weet niet. Ik heb denk ik De Wereld als Markt en Strijd en Elementaire Deeltjes en Platform en De Mogelijkheid van Eiland en De Kaart in het Gebied zijn alle vijf wel in een bepaalde fase dat ik denk van nee, dit is de beste. Nee, dat is toch het beste. Ja. Dus ik heb ze allemaal ook denk ik 2 of 3 keer gelezen. En die andere 2 daarna, die heb ik allebei maar 1 keer gelezen. Ik vind Serotonine een soort... bijna een soort remake van De Wereld als Markt en Strijd. Ja. Gewoon ook qua thematiek. Het wordt weer kleiner. Het wordt echt een privéwereld. In plaats van dat hij iets heel groot opzet midden in de wereld. Alle kanten op wordt het weer vrij discreet. En het gaat weer terug naar diezelfde plek ook in Normandië. Volgens mij heeft hij een soort cirkel willen sluiten met dat boek. Vond dat een goed boek. Onderworpen vond ik wat minder. Ik vond het wel een vermakelijk boek. Maar ik bedoel, heel, heel slim opgezet natuurlijk. Met gedachte-experiment. Maar dat was niet een boek dat me raakte, zeg maar. Ja, ik had dezelfde ervaring. Maar dat, ik denk dat dat voor een heel groot deel komt. Juist doordat ik onevenredig juist gegrepen was door die... Ja. Die eerdere werken. En het lijkt een beetje op... Ik vind bijvoorbeeld van Tarantino The Hateful Eight. Daarvan denk ik ook van. Het lijkt soms wel een beetje alsof je een parodie hebt gemaakt op je eigen werk. Ja, ja, ja. Terwijl ik dan Once Upon a Time in Hollywood weer extreem goed vind. Misschien wel een van zijn beste films. Dus, en als ik naar bandjes kijk, dan zie ik dat ook. Als ik bijvoorbeeld naar de albums van Radiohead kijk, dan zie ik ook dat ze na 5 platen in 1 keer 2 platen achter elkaar... Even in goed... Meestal als een band zelf gelukkig is... Dan kabbelt het even een tijdje. Dan krijg je dat mensen zeggen van... Nou, ik vind het een beetje saai worden. En dan schrikt een artiest weer. En dan komt er weer een knaller. Ja, en ik heb het idee dat iedereen daar een beetje toe overgeleverd is. En het zakt ook net als bij Woody Allen... Nooit onder de 8 grens of zo. Maar ik bedoel, maar ik ben toch die 9's en die 10's gewend. En dan denk ik toch als liefhebber van... Kom op... Nee, dat het moet niet te makkelijk komen aanwaaien. Dat had ik bij die twee laatste boeken een beetje. Maar dan ben ik heel streng aan... Dat is natuurlijk heel flauw om dat op die manier te sorteren. Maar dat had ik het ook, ja. Dan had ik een beetje datzelfde wat ik bij Hateful Eight had. Ja. Van, ik denk van... Ja, dit heeft niet de stootkracht die ik... Voor mij werd dat boek goed vanaf bladzijde 40 of 50. Dus dat hele begin dat hij over zijn Japanse vriendin en zo... Die hem bedrogen heeft. Dan denk ik van, dan moet het weer allemaal. Dat vond ik flauw zelfs. Maar dat bedoel ik. Dat is een beetje wat ik ook bij de Hateful Eight proef. Dat je jezelf
dat je een soort van best-of cd maakt. Yeah. Van je eigen repertoire. Zo, yeah. Dit zijn de scènes die ik allemaal beter eerder heb gezien. Yeah. Het werkt wel. Ik zit hard op te lachen bij zo'n spreken. Maar, yeah. maar ik ken het. Het is niet dat het... Terwijl platform is iets heel anders dan elementaire deeltjes. Ja, dat klopt. Ja. Nee, ik vond in Serotonine heel mooi hoe die man vereenzaamt. En dat hij dus spoorloos wil verdwijnen en in een hotel gaat wonen. Dat vind ik echt prachtig, hoe dat dan gaat. En dat heeft hij niet eerder gedaan, volgens mij, op die manier. Nee, dus nogmaals, het is eigenlijk heel strenge, flauwe lezingen. Ik ga het gewoon nog een keer lezen dan, en mijn oordeel heroverwegen. Maar laten we nog eens terugkeren naar iets meer begin op de tijdlijn. Want hij is van begin af aan als schrijver behoorlijk controversieel geweest. In die zin dat mensen er helemaal mee weglopen en andere mensen hem ook helemaal haten en de slechtste schrijver vinden en de anderen vinden hem het beste enzovoort. Ja. Jij hebt dat, denk ik, van redelijk dichtbij meegemaakt, omdat je meteen die vertalingen en die samenwerking hebt gehad. En ik denk dat ik benieuwd of je daar iets veel over kan vertellen, hoe jij dat hebt ervaren of hoe jij dat ziet. Nou, het grappige is dat het in Nederland eigenlijk meteen werd opgepikt als een heel groot schrijver. In Frankrijk was die heel, heel ambigu. Dus waarbij je eigenlijk kunt zeggen, de Franse culturele wereld was in de nasleep van Mitterrand, dus de overwinning van de socialisten, en Jacques Lang met zijn cultuurbeleid. Het was heel erg, je zou het bijna staatskunst kunnen noemen, van zo hoor je kunsten bedrijven. Oh, ja. En daar ging hij heel erg tegenin. En hij had ook nog eens in elementaire deeltjes die analyse van de jaren 60, hoe de vrijheid eigenlijk ontspoord is en leidt tot egoïsme en uiteindelijk tot martelseks in dat boek. Dus de Franse linkse elite heeft dat als een keiharde aanval ervaren en is dus hem gewoon gaan neerzetten als een fout schrijver, politiek gezien. En dat gaat dan in Frankrijk meteen gepaard met, ten eerste heeft hij foute ideeën en ten tweede kan hij niet schrijven. dus dat heb ik heel veel meegemaakt. Dus dat ik ook dan zei, ik vertaal Houellebecq, en dan keken mensen me echt aan, dan ben je helemaal gek of zo. Dus in Frankrijk, terwijl in Nederland wordt het alsof er een soort filter tussen zit al. Kun je dat verklaren, dat het verschil zo groot is? Ja, dat ligt dus volgens mij echt aan hoe het idee van kunst zich heeft ontwikkeld en wie er aan de macht is in de kunstwereld en op welke manier dat functioneert. Bijvoorbeeld, ik had een vriend die beeldhouwer is, die maakt figuratieve beeldhouwkunst. En die kon dus gewoon niet meer aan de bak komen, want alle subsidies gingen naar abstracte kunst. Dus er is een soort vooropgezet idee van kunst hoort zo te zijn. En als je daar niet aan voldoet, dan val je er buiten. En omdat in Frankrijk alles nogal centraal geregeld is, kun je denk ik ook heel echt gefrustreerd raken als je er buiten valt. Ik weet niet of het... Nou, ik denk niet dat het nu nog zo is, op die manier. En heeft dat te maken dan met dat in Frankrijk, dat het nog meer literatuur dan toch meer een bastion is, of een fort, een onneembaar fort? Dat was het wel, dat was het wel. Maar ik denk dus, in Frankrijk heeft men Houellebecq meteen opgepikt alsof het een schrijver was die politieke ideeën ventileerde via romans. Terwijl in Nederland hebben we dat niet op die manier opgepikt. Je ziet dat nu wel heel sterk, die beweging. Die, ja, Baudet wil nu ook aan de haal met Houellebecq enzovoort. Dus, Maar ik bedoel, je ziet nu wel niet alleen bij Houellebecq, maar wel bij hoe langzaam de discussie over kunst gevoerd wordt met de cancelcultuur. Dan zie je best wel inderdaad dat makers soms op hun ideeën worden aangevallen. En dat het eigenlijk helemaal niet meer gaat over dat kunst daarin vrij is. Yeah. En dus daar. En jij zegt dat Houellebecq dus van begin af aan in Frankrijk op die manier. Vanaf zijn tweede boek. Dus zijn eerste boek.
was hij nog... Hij zat ook in de redactie van een tijdschrift dat heet Perpendiculaire. Dat is een beetje links georiënteerd, ik geloof zelfs communistisch georiënteerd, experimentele literatuur. En daar is hij uitgegooid toen hij Elementaire Deeltjes publiceerde. Want toen zeiden ze ineens, maar hij is geen linkse schrijver, hij is een rechtse schrijver. Alsof dat het toe zou doen. Ja. Ik bedoel, dat is alweer een heel rare kwestie. Dat werd trouwens ook over Hans Theeuwen gezegd. Hè? En, ook weer in 1995, in diezelfde periode. Want dat was ook, was een cabaret dan weer het voorbeeld waarvan ik hetzelfde dacht. Van, wow, mag dit ook? Ja. Dat vond ik heel erg goed. En ook, ja, wat juist voor, ook weer op dezelfde manier voorbij... dat hele idee van links of rechts, dat truttige wat in het cabaret zo sterk geldt. Yeah. En daarvan zeiden mensen van, ja, je had allemaal fout publiek theaters binnen. En, Maar dat is wel bij Werdbeek een beetje het probleem van, als je schrijft in een gepolariseerde wereld, dan zie je gebeuren dat die polarisatie ook onder het publiek plaatsvindt. En dan wordt die dus toegeëigend door bepaalde groepen. En ik moet daar weinig van hebben. Ik denk gewoon, dan kijk je niet goed naar wat die boeken doen. En denk je dat je als schrijver daaronder leidt? Of denk je dat je daar juist ook weer garen bij springt of spint? Of hoe werkt dat? Is dat vervelend dat de helft van Frankrijk dan... Kun je dat nog iets van herinneren, hoe dat destijds ging? Ik weet... Hij hoopte dat hij door iedereen gewaardeerd zou worden. Dus het was wel een knal toen het zo, toen hij zo op zo'n muur van afkeuring stuitte. Maar ik denk dat hij dat dan op een bepaalde manier weer heeft verwerkt in zijn eigen boeken. Dus ja, in mijn essays heb ik het vaak over de dubbelzinnigheid van Willebek. En ik denk dat daar ook in zit van... Ja, je hebt de oude edities hier. Ik heb een nieuwe editie uitgebracht van mijn essays, waar ook een stuk in staat dat heet Boze Witte Man. Waar ik eigenlijk probeer te analyseren hoe hij omgaat met dat type van de... Zoals in Onderworpen en Serotonine, een beetje een, wat wij dan de Boze Witte Man noemen. Een beetje vereenzelvigde, gefrustreerde, oudere man... hoe die omgaat met de veranderingen in de wereld enzovoort. En je ziet dat Houellebecq eigenlijk een soort spel mee speelt. Van hij eigent het zich toe en neemt er ook afstand van. Dus volgens mij is dat een wel interessant literair procedé. Maar er zijn mensen zoals Baudet die het gewoon helemaal serieus lezen... en die denken dat Houellebecq dan een soort profeet is... voor hun manier van naar de wereld kijken... Dus dan lees je een roman niet als roman, maar als een pamflet. Ja, wat ook weer heel gekke lezingen zijn. Ja. Dan begrijp je toch niet wat die meerstemmigheid is. Nee, dat is het, ja. Maar het is wel een moeilijk probleem, want als je dus de essays van Houellebecq leest... er is ook een essay waarin hij zegt... de titel Donald Trump is een goede president. En dan gaat hij betogen waarom. En dan kun je dus denken, oh nee toch, hij zit toch niet dit nu echt serieus te betogen. Ja, hij zit het wel serieus te betogen, maar de redenen waarom zijn niet omdat Trump een intelligente, weloverwogen man is. Maar hij legt dan uit van Amerika heeft zich te veel bemoeid met oorlogen elders en Trump maakt daar een einde aan enzovoort. Dus hij ironiseert het een beetje en gaat dan vervolgens op een spoor door... dat nog misschien wel na te volgen is. Maar het interessante is dat hij natuurlijk zo'n titel kiest. Dus hij roept meteen de haat weer over zich af. Doet hij expres. Dus dat is provoceren. Maar ik vind dat lastig, omdat je die essays dan gaat lezen... en dan vergelijk je die met die romans. Hoe moet je dat dan met elkaar verbinden? Is in de essays Houellebecq nu... authentiek aan het woord als ik-persoon. En dan denk ik, wat jij net zei, nee, dat is niet zo. Hij volgt dan ook steeds stemmingen en invalshoeken. En het wordt nog steeds niet coherent. Ja, als je dat zegt, ik heb dit stuk niet gelezen over Trump... maar die titel is meteen weer zo'n titel als Tussen de Marcels. Je hebt meteen het gevoel dat hij een spel speelt... met alles wat er over geschreven is. En daar zijn...
Dus hij heeft een heel goed gevoel voor provocatie. En hij denkt van, nou, dit is een lekkere titel. Want, maar het is ook weer niet zonder dat daar weer een dieper liggend iets in zit, wat de driving force is, of dat wat waar is daarover of zo. Dat voel ik ook meteen een beetje. En dat het is natuurlijk het, zo wat hij in de wereld als maakt een strijd, hè, wat hij daarin toevoegt. Dat zat ik dus van de week gisteren in de auto ook onder woorden te brengen. Van, de plot is heel simpel. Dat is dan die computerprogrammeur, een ik-persoon die misschien overlap heeft met de schrijver en die met een vriend van of een collega van hem in de provincie softwareprogramma's moet gaan uitleggen. En ze gaan ook uit. En in die uitgaansavonden schetst hij ook het portret van die vriend van hem, of die collega van hem, die lelijk is. Ja. En wat ik heel mooi vind, in dat pak ik er even bij, een citaat in een van die interviews die jij hebt samengesteld, de Koude Revolutie. Dan zegt hij ook van, we verkeren momenteel in een systeem met twee dimensies. Erotische aantrekkingskracht en geld. Dat zegt hij in een interview. Hè? De rest, het geluk en de ellende van de mensen, vloeit daaruit voort. En voor mij gaat het absoluut niet om een theorie. We leven echt in een zeer eenvoudige samenleving. En die paar zinnen volstaan om daar een volledige beschrijving van te geven. En dat is weer die wereld als maakt een strijd in een paar zinnen. En daar zit een enorme provocatieve kracht in. Dat hij een roman heeft willen schrijven waarin hij zegt van, ja, ik wilde blijkbaar is dat een blinde vlek van mensen. Dat schoonheid voor lelijke mannen zoals die collega verpletterend effect heeft op zijn leven. En we hebben het allemaal over, inderdaad nu dan, over privilege en al dat soort onderwerpen. En hij voegt schoonheid daar als een soort categorie toe. Dus hij legt het gewoon neer. Categorie. Ja, een veel zwaarwegendere categorie. Ja. Midden in de jaren 90 ziet hij dat vanuit zijn eigen pijn en ellende als een categorie. En zegt van, ja, ik wil het gewoon gezegd hebben. Ja. En dat is iets wat een enorm provocatief effect heeft. Waarom die kleine roman zo'n enorme trilling teweeg brengt. Los van ook zijn stijl en alle andere dingen die we besproken. En daar zit het voor mij in. Nee, dat snap ik. Maar wat hij dus, als je die interviews leest, en er zijn er nu nog meer, dus er komt een nieuwe editie uit van dit boek, met nog meer interviews en nog ook van die essays, ook een aantal politieke essays. En eigenlijk zie je dat hij, het zijn geen proefballonnetjes, maar hij neemt steeds een andere positie in. Dus ook met interviews, als een interviewer van een katholiek tijdschrift is, dan gaat die katholiek meedenken. En dan, dan raakt de machine op gang en dan gaan we praten over waarom hebben we een god nodig en hoe zou het met het geloof moeten gaan. En dan denk je, hé, is dit de Wilbeck die ik sinds 25 jaar al lees? En dan daarna heeft hij weer een ander interview met iemand anders. Het gaat een totaal andere kant op. En dat is dus wel iets om in de gaten te houden. Ik heb daar ook dus zo'n dame die heeft veel over hem geschreven, ook Agathe Le Chevalier. Ik heb het met haar erover gehad van hoe moet je nu die essays zien in verhouding tot de roman? Zijn de essays een sleutel om de romans te lezen? En dan zeggen ze, nee, dat is het helemaal niet. Terwijl je dat wel zou verwachten natuurlijk. Hè? Je zou denken, eerst wil ik weten hoe de schrijver echt denkt. Dat doen we in de essays. En dan gaan we vervolgens kijken hoe dat terugkomt in de romans. Maar zo werkt het niet. Je kunt het ook omdraaien. En dan zie je dus dat die essays ook weer zo'n soort zo'n maalstroom van ideeën vormen. Dat is voor mij wel het meest fascinerende. Dus, ik bedoel, jij pakt er een punt uit van waarvan je denkt, oké. Dit is een ingang tot, dus het interview biedt een ingang tot het boek of bevestigt mijn idee van het boek. Hij kan daar misschien wel iets over vertellen, want daarvoor moet ik een heel klein beetje de wereld schetsen waar ik in zat toen ik zijn boeken begon te lezen. En dus ik ging het kunstvakonderwijs in en daar kwam ik gedesillusioneerd uit. En ik ben namelijk ook best wel een subversief iemand en Ik gedraag me ook subversief op zo'n kunstschool. En niet als in van gekke haren en tattoos. Maar meer zo van dat ik de mensen die mij lesgeven, dat ik dat
daar ging ik als twintiger tegenin. Ja. En ik ging daarmee in discussie. Of ik ging dingen zoals... ik zat dan op een opleiding voor kleinkunst en cabaret. En dan kregen we zangles en stemles. En dat vond ik gewoon oninteressant en onbelangrijk. En ik vond eigenlijk dat mooi stemgeluid... of als Brabander een zachte G afleren... vond ik totaal stompzinnig. Dus daar ging ik keihard tegenin. Maar werd me heel erg moeilijk gemaakt. Hey, dat is moeilijk, ja. Dus even een paar simpele dingetjes, hè. Maar dus dat zat best wel in heel mijn leven in die tijd. En wat ik dus merk, dat als je dus daarin tegen de standaard opvattingen ingaat, dan krijg je het. Dan word je een soort drop-out. Dan mm-hmm. raak je op drift. Of dan ga je een beetje naar die periferie van. Yeah. Van en de rafelranden van die maatschappij toe. En op dat moment kwam ik die boeken tegen. En in één keer begin ik naar die wereld waar ik in zit, waar ik eerst iets van wil en waar ik gewoon carrière in wil maken, begin ik te zien als een blauwdruk. En nu zie ik ook wel dat nu zijn we misschien 10, 20, 30 jaar verder gerekend vanaf zijn eerste werken. Maar nu zie ik diezelfde, nu is dat één grote beweging geworden van mensen die op dezelfde manier vastlopen in de instituties, in de universiteiten. Dat zijn drop-outs die op YouTube zitten te... Yeah. Je kunt dat allemaal heel makkelijk wegdoen als een soort van Trumpiaans Brexit-universum. Nee. Maar ik denk dat een hele pluriforme groep van mensen is die niet weten hoe ze daar grip op kunnen krijgen. En dus op het moment dat je zegt, hij schrijft een essay waarin hij zegt van Trump is een held, bij wijze van spreken. Dan zie ik hem daar ook weer een ironisch spel spelen met wat ook daadwerkelijk zijn publiek is en wat dat ik ook herken. Maar dat wou ik ook dus zeggen. Maar het woord ironie, dat gebruik ik zelf vrij vaak. Maar mensen denken dan dat ik bedoel dat het over spot gaat. Maar ironie is geen spot. Ironie is het gebruik maken van verwachtingen en eigenlijk het tegendeel zeggen van wat je wil betogen. Dus goed, ik heb dat ook wel meegemaakt tijdens lezingen, dat ik dan ironie noem en dan denken mensen van dan moet het grappig zijn. Maar daar gaat het niet om. Ja. Ironie is het voelen van verhoudingen. Dus, en dat omdraaien en ermee spelen. Ik heb zelf altijd een hele korte uitleg van wat ironie is, die ik niet vaak hoor en die ik voor mezelf heel goed vind werken. Die ga ik nu bij jou pitchen. Maar ik zie ironie als communicatie met bondgenoten. Dus je een knipoog. Een knipoog, ja. Een postmoderne knipoog. Ja. Dus je hebt als ik sarcasme of andere stijlfiguren die venijniger zijn of cynisme gebruik. Ja. Als we in een kring zitten en we zitten met 10 mensen en dan zeg ik van... hartelijk welkom. En nou, Jeroen, wat heb je weer een afgrijzelijke groene trui aan? En dan gebruik ik sarcasme. Yeah. Maar als ik zeg van, leuk dat we hier met z'n allen zijn. Niet in de minste plaats om de prachtige groene trui van Jeroen. Yeah. Dan heb ik ironie gebruikt. Maar Jeroen, die mijn ironie niet kent, is niet beledigd. Maar die twee mensen die weten dat ik een hekel heb aan Jeroen en zijn groene trui, snappen mij. En met hem heb ik een bondje. Yeah. En dat sorteren van bondsgenootschap is belangrijk voor... Ja, die wereld van macht en strijd. Die harde wereld waar je geharnast moet zijn. Zullen we ironie uitleggen? Ja, daar kan men wel in vinden. Maar we leerden op de middelbare school. Ironie is milde spot. Ja, milde spot maar, is hetzelfde. Oké, ik zou denken... In de klassieke oudheid zeiden ze... Ironie is het tegendeel zeggen van wat je wilt beweren. Ja, en dat vind ik een slechte definitie. Nee, ik vind die heel goed bij Willy Beck passen. Oké. Gewoon... Dus zeg maar zo'n titel, Donald Trump is een goede president. Dan klopt jouw knipoog natuurlijk, maar aan de andere kant... Ja, ik zie de knipoog inderdaad. Er zit ook iets in van, nee, natuurlijk vindt hij niet dat het een goede president is, maar hij vindt het niet een foute president op de manier zoals alle anderen het vinden. Dat is het punt. Ja, precies. Dus hij dat is de knipoog. Dat is het bondgenootschap wat uitstaat. Ja. Sorry, ik kan me vragen. Nee, maar gewoon dus in feite beide definities zijn hier van toepassing. Van, ja, de klassieke is eigenlijk de omkering. Ja. Het is een goede president. Want het is een slechte president, dat snappen we allemaal ook wel. Ja. Want hij heeft allemaal hele gekke dingen gedaan. Maar het is een goede president, want het is een vreemdkörper in het stelsel. Ja, op die manier, ja.
en het gaat in tegen het idee van, wij noemen hem allemaal een fouten. Maar dat, yes, is hij natuurlijk niet. In die zin is het een goeie. Of er zitten allerlei... Maar goed, dit speelt dus ook in die dingen die hij zegt over religie. Dat is voor hem een heel groot ding tegenwoordig. Hij zegt dus, we hebben een nieuwe religie nodig. Want religie is datgene wat bindt. Dus een maatschappij kan alleen maar drijven op religie. En dan denk je, oké, dat is interessant. Maar hij zegt ook gewoon, ik ben zelf te ver. Ik kan niet meer in een god geloven. Dus dan heb je alweer een heel rare clash. En dan heeft hij dus, dat staat hier ook in, denk ik, over Auguste Comte. Staat dat daar nog niet in die bundel? Dat weet ik niet. Auguste Comte was een filosoof in de 19e eeuw. De uitvinder van het positivisme. En dat is dus gewoon de harde wetenschap. Iets is pas waar als je het empirisch kunt bewijzen enzovoort. Maar die man heeft dus ook de positivistische godsdienst bedacht. Van we kunnen niet meer geloven in de god van de christenen. Dus we moeten zelf maar de god van het positivisme bedenken. En vanaf nu creëren we dat. Dus hij heeft een hele structuur opgezet, zeg maar op zijn kop. Hè, van, het is niet dat er eerst een god is en vervolgens komt er een godsdienst. Maar we hebben een godsdienst nodig, dus die maken we nu en dan creëren we dus een god. Ja. En dat zegt Willebek ook. En dan denk je, ja, dit meent hij waarschijnlijk. Maar ik proef daar diezelfde soort ironie in. Van, het heeft ook iets heel raars om zo'n constructie te bedenken en dan te zeggen van, nou. En hij speelt daar ook mee trouwens in het laatste boek. Hè, Onderworpen. Maar ook wat je net al helemaal aan het begin zei over elementaire deeltjes, daar zit dat ook een beetje in. Daar zit dat precies ook in. Dat je dan, ja, een heel boek schrijft en soms zelfs onbegrijpelijke passages of haast niet begrijpelijke passages die voor hem blijkbaar een bepaald soort waarheid vangen, ja, over hoe je de werkelijkheid moet zien. Nou ja, dat was kwantummechanica. Dus dat kunnen we dan nog checken of dat klopt. Maar ja, dat heb ik ook allemaal moeten doen. Maar, nee, maar dus dat idee van die religie zit juist ook heel erg in elementaire deeltjes. Van, we constateren dat het fout gaat met onze wereld. Tenminste, dat zit dan in dat boek. Hoe moeten we verder? Nou, er moet een nieuwe vorm van verbondenheid ontstaan. Hoe doen we dat? Want de mens is nu eenmaal zoals die is. En we zijn in een stadium beland dat we allemaal elementaire deeltjes zijn, zeg maar. Hoe kun je dan weer voor een nieuwe verband zorgen? Nou, gewoon door een nieuwe mens te bedenken. En daar eindigt dat boek dan mee. Ja. Het is zo bezopen. Dus dan vandaar ook dat mensen gedacht hebben, is dit nu een pleidooi voor eugenetica? Of is het een kritiek daarop? Dus je weet niet welke kant het op wil. Ja, ja, ik had het idee in ieder geval destijds toen ik het voor het eerst las, dat het inderdaad een postmoderne ironische knipoog is naar inderdaad waarbij je eigenlijk zegt, logische consequentie verbindt aan de troep die we aan het creëren, ja, zijn. Oké, dus als deze hedonistische, ja, op genot gebaseerde samenleving met een soort van vernislaagje van moralisme, als dit echt de weg is, dan is de logische consequentie de afschaffing van die, ja, menselijke soort. En zullen we alleen het licht zien als we een nieuwe, ja, soort creëren, wat gewoon een soort steriele clones zijn. Nee, die zijn niet steriel, ze zijn gewoon dolgelukkig, staat er. Ja, ze zijn dolgelukkig. Dus dat is de paradox. Van, nou, ik bedoel, ja. Je kunt niet zeggen dat het leidt tot iets wat vervelend is. Ze zijn er heel blij mee. Ja, eergisteren zag ik een stukje in een artikel over dat je babytjes kan kweken. Ja. En los van de baarmoeder. Ja, ja. En dat ziet er heel matrixachtig uit. Hè. Dan zie je slangen erin. En toen ging dat ik over nadenken. En ik raakte ook in discussie met wat mensen daarover. En we hebben dus net een kindje gekregen. En nu heb ik van heel dichtbij meegemaakt hoe belangrijk dat is. Weet je, dat contact met die, ja, buik. En dus dat skip je dan allemaal, die 9 maanden. Waarvan ik dus nu kan getuigen hoe bijzonder, mm-hmm, dat is. En hoe ontzettende invloed dat heeft ook op het geluksgevoel van je baby. Dat je dus meteen, we hebben dan een thuisbevalling gedaan. En meteen huid contact. En ja, maar dat kun je allemaal genetisch voorprogrammeren. Ja, bij Wordback dan, hè? Inderdaad. Dat, dus als ik dan nu als ik even helemaal doorfantaseer met de jong leerballen die ik vandaag krijg, als ik kijk naar het nieuws
in Canada met Trudeau. En als ik kijk naar de woke-bewegingen. En als ik zo'n berichtje zie, dan zie ik bijna alsof die fantasie van Wellebec een soort van werkelijkheid wordt. Dat dan liefde is niet meer belangrijk, het gezin is niet meer belangrijk. We kweken. Nee, maar liefde mensen is wel belangrijk. Er is alleen nog maar liefde. Dus je moet hem niet te snel... Nee, dat klopt. Maar ik bedoel, jongen, leren eerst eventjes met de middelen die ik van de wereld krijg. Okay, hè? Dus ja. We kunnen dan levens kweken. Ja. We hoeven niet meer als gezin bij elkaar te blijven. Want we kunnen wisselende contacten hebben met een soort polyamorie en mensen die open relaties willen. En we hoeven ook niet meer bij elkaar te blijven. En de huizenmarkt is daar ook niet meer op aangesloten. En qua opvattingen kunnen we naar een soort steriele, woke wereld toe gaan waarin... als je ook maar iets verkeerd zegt, dan doe je het niet meer mee. En dat zal vanzelf in een Darwinisme van ideeën de juiste kunst opleveren die niemand beledigt. En met die kweekbaby's die ook niet meer die lichaamswarmte hebben, die kunnen we allemaal... Dus je kunt eigenlijk al voorstellen dat je die Wellebec-wereld gewoon op aarde krijgt door deze lijnen te volgen, bij te spreken. Hè? Prachtig. Ja, dit is gewoon een gekke fantasie in mijn hoofd, hoor. Maar het is gewoon omdat we deze afspraak hadden staan. Ja. Maar in één keer denk ik van... Ja, maar dit is eigenlijk al het nawoord van Wellebec. We zijn er al bijna, zeg maar. We hebben nog 3 stappen nodig. Het is alleen niet met klonen, maar... Nou, de volgende stap is natuurlijk dat we ook geen mensen meer nodig hebben. Dus gewoon alleen maar... Dan wordt het echt de Matrix. Ja. Gewoon een computerprogramma aan laten draaien. Ja, dat is de metaverse. Ja. Die kunnen we dan gewoon installeren. En dan kunnen we in die baarmoeder blijven zitten. En dan draait dat. Je zei ergens, om even een klein sprongetje te maken. Je zei ergens dat je toen je begon met vertalen, dat in Frankrijk mensen zeiden van, vertaal jij wel? Ja. En kun je daar iets over vertellen? Over dat die... Nou ja, dat was wat ik net zei. Omdat hij in Frankrijk veel gevoeliger lag dan in Nederland. Het schiet me ineens te binnen. Er was bijvoorbeeld in Vlaanderen ook een recensent die op grond van mijn nawoord bij de Wereld als Markt en Strijd heeft gezegd dat vertaler Martin de Haan de fascistoïde reactionair Wellebec ook nog eens verdedigt. Met als gevolg dat ik zelf ook een fascistoïde reactionair ben waarschijnlijk. Dus dat was voor mij wel echt zo van, wat? Waar werd het geschreven? Dus in de Standaard der Letteren. Die recensenten heb ik later ook leren kennen. En die is heel langzaam gaan schuiven. En nu vindt ze dus Wellebec een goede schrijver. Maar dat is dus wel een typisch beeld. Dat een beetje aan de Franse ontvangst van zijn werk was ontleed. Ook het allereerste stuk dat in Nederland verscheen over Wellebec was van Marco Dijkgraaf in NRC. En die zei precies wat de Fransen ook zeiden van... hij kan niet schrijven, maar het is wel razend interessant... en toch ook wel heel lastig politiek gezien. Nou ja, en ik was dat toen aan het vertalen op dat moment. Hoezo kan die man niet schrijven? Absurd. Maar dat heb ik dus de hele tijd wel gehad. Als mensen mij aanspreken op... zijn vermeende politieke standpunten, dan denk ik, dit is helemaal niet waar ik mee bezig ben. Dit is niet mijn Wellebec. En raakt zoiets jou? Of kun je daar met plezier naar kijken? Of is dat eigenlijk grappig? Of hoe werkt dat voor jou als vertaler? Dat hangt van de persoon af, denk ik. Ik bedoel, die beeldhouwer over wie ik het net had, dus die Franse beeldhouwer die met wie ik bevriend was, die zelf dus eigenlijk een soort Wellebec was, omdat hij ook in de marge van het systeem terecht was gekomen en zich veronachtzaam voelde als kunstenaar en ook het gevoel had van, ik mag dit niet doen wat ik wil doen. Maar die zat altijd enorm te vloeken op Wellebec, want Wellebec kwam dan in de media en alles wat in de media komt was in zijn ogen... zeg maar, erkend, behoorde tot de elite. Dus hij vloekte heel erg op Wellebec en dus ook op mijn werk. Dat vond ik moeilijk, want het was een goede vriend. Als mensen gewoon de hele tijd op je in zitten te hakken van... wat jij doet is onzin. Ja, ja, ja. Maar ik ken het wel een beetje. Ik, zoals ik zei, dat ik heb ook wel enig gevoel voor
voor provocatie. Dus ik heb er nooit zoveel problemen mee gehad om als mensen vragen van wat vind je goede schrijvers, om gewoon schaamteloos Michel Houellebecq te noemen. Maar ik merk altijd, als je in een beetje literaire kringen beweegt in Nederland, dan is het eigenlijk niet de bedoeling. Dan moet je toch met een soort van... In Nederland gaat dat toch wel goed, volgens mij, hoor. Ja, maar het is ook een beetje zo'n mega bestseller auteur. En je moet dat is zo, ja. En dus je moet er eigenlijk niet mee aankomen zetten. Er zit een soort van, wat je zei aan het begin ook, van je moet het eigenlijk lenen van iemand. En daar ben ik benieuwd naar wat jou, of hoe jij daarnaar kijkt. Of? Nee, dus dat is wel, dus in Nederland de gesprekken gaan, dus vaak zeggen mensen, ik heb het niet gelezen, want het is zo'n hit schrijver. Nou, dat snap ik ook best, want het, laat ze maar gewoon. Ik ga zelf ook niet alle bestsellers lezen. Dus. Maar ik vind het meer tekenend. Bijvoorbeeld in Frankrijk heb ik een keer werd ik uitgenodigd op een heel groot congres. Ik moest komen aanreizen vanuit Zwitserland, waar ik in een vertalershuis zat te werken. Ik zat te werken aan Proust en Houellebecq tegelijk. Ik heb het ook Proust vertaald. En Proust is de grootste Franse schrijver, vinden heel veel mensen. Ze komen op dat congres. Het congres ging over wat ze dan zo vrij noemen la circulation des œuvres. Dus het rondgaan van werken, zodat we elkaars cultuur kunnen leren kennen. Dat is dus het verheven ideaal over, van vertalingen. Vertalingen stellen ons in staat om de ander te leren kennen. Nou, en daar ging het thema van het congres over. Dus ik zei, oké, ik ben hier vandaag komen aanreizen met de TGV. Ik heb twee boeken laten circuleren. Het eerste is Du côté de chez Swann van Proust. En het tweede is Soumission van Houellebecq. Twee meesterwerken van de Franse literatuur, zei ik. Dus ik stond voor dit hele grote zaal. Volgens mij zat de minister van Cultuur er ook. En je kunt je niet voorstellen hoe gewoon de zaal barstte in een soort hysterische gelach uit van hoe kun je nou Proust en Houellebecq op één niveau en dan allebei tegelijk doen en dan ook nog zeggen dat het meesterwerken zijn. Dus dat was wel voor mij het meest tekenende moment van hoe er tegenaan wordt gekeken. Dus, en kun je dat moment duiden? Of kun je... Nee, maar dat is dus precies wat ik net al zei van... Eigenlijk vond men, dat begint nu te veranderen, maar dat Houellebecq not done is, of dat het een soort provocateur is, maar geen echt goede schrijver. En, dus ik heb het proberen om te draaien, laten zien dat Proust in zijn tijd ook, die kon geen uitgever vinden, die werd ook, die kreeg ook het verwijt dat hij lomp schreef, zijn titel was lomp. Dus. Er zijn heel veel parallellen tussen al die schrijvers. Je moet alleen, gewoon als een schrijver eenmaal beroemd is, dan behandel je hem blijkbaar ook anders. Maar, Ja, dat is grappig. Ja. En dat geeft maar weer eens aan hoe moeilijk het voor veel mensen is om onbevangen het open te slaan en gewoon te lezen wat er staat. In plaats van daar een oordeel over te vormen op basis van alle onzin eromheen. Ja. Maar dat is interessant wat je zegt, dat kun je daar iets over vertellen? Dat die overeenkomsten tussen Proust en zijn tijd? En... Proust... Want ik weet er eigenlijk heel weinig van. Ik ben er nog nooit aan begonnen aan Proust. Ik weet dat hij nog altijd op de leeslijst staat. Maar ik heb het nog niet... Het punt met Proust is, hij schreef over een aristocratische en bourgeois 19e eeuwse wereld. Maar wel met een modernistische 20e eeuwse blik. Alleen als je de hele tijd leest over adellijke dames enzovoort, dan ga je misschien wel denken van, oh, het gaat allemaal over salons. En, dus dat is een beetje het heersende beeld van Proust. Terwijl voor mij is hij iemand die thuis hoort in het rijtje met Joyce en Kafka. Hij heeft gewoon de manier van kijken naar de wereld zo overhoop gegooid. Zijn roman wordt dan volgens het Guinness Book of Records de grootste roman die er is. In omvang, hè? Aantal bladzijden. Er zit nauwelijks een echte verhaallijn in. Het is een totaal associatief geheel. Met lange zinnen vaak, maar soms ook helemaal niet. Soms is het ontzettend grappig, soms is het...
onhandig. Dus wat daarin doet het een beetje aan Welbeck denken, dat hij zich echt niks aantrekt van de bestaande opvattingen van stijl. En hij zegt ook, om de taal echt te verdedigen, moet je hem aanvallen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En hij houdt heel erg van pastiche, van dus het je invoelen in een bepaald personage en dus op een andere manier gaan praten daardoor. Nou. Wat hem zo baanbrekend maakt daarin? Of wat kun je dat onder woorden brengen? Wat maakt dat? Ja, nou, zeg maar, niet, ik bedoel, wat is zijn provocatie daarin? Of wat doet hij zo anders dan zijn provocatie is als je het heel simpel wil zien. Het boek heet Op zoek naar de verloren tijd. En mijn stelling is dat het boek helemaal niet over tijd gaat, maar alleen maar over ruimte. En ruimte betekent dat je niet lineair een verhaal schrijft, maar gewoon je loopt rond en komt dingen tegen. En zo werkt dat hele boek. Dus je gaat van het ene ding naar het andere, maar ze liggen niet in de tijd na elkaar. Dat zijn we niet gewend. Dus hij gooit eigenlijk ons hele begrip van literatuur overhoop. Dat je dus een verhaal kunt vertellen zonder chronologie. Ja, dus je kunt wel een soort chronologie reconstrueren. Maar het eerste deel gaat over de, zeg maar, vakantieherinneringen van een klein jongetje. En dat wordt ook eerst beschreven van, ik ging altijd in de tuin spelen, zeg maar. En dan gaat hij dat beschrijven. En uiteindelijk wordt de beschrijving zo gedetailleerd dat je denkt van, dit kan helemaal niet zijn van, ik ging altijd dit doen. Dit is gewoon eenmalig. Maar dat klopt dus helemaal niet met het begin. Dus en dan doet hij in feite hetzelfde als Welbeck. Jij zuig je ergens mee. Ja. En je gaat steeds verder. En op een gegeven moment ben je op een plek die eigenlijk logisch gezien niet zou kunnen bestaan. Nou, dat vind ik dus heerlijk in literatuur. Dat je gewoon die natural flow volgt. Wat ook veel beter illustreert hoe een denkend hoofd, of een hoofd wat vol zit, werkt. Ja. Want je hebt niet geen chronologische herinnering aan je leven. Je gaat daar kriskras doorheen en dat illustreert hij dan. Dat doet hij een. Ik denk dat zijn titel, dus Op zoek naar de verloren tijd. Ik heb wel eens een beetje schertsend gezegd van, dat is een soort jongensboekachtige titel. Van, kom, we gaan op zoek naar de verloren tijd. En toeval wil ook dat hij ook twee titels van Balzac, die precies daarop lijken, ooit flink heeft bekritiseerd, omdat het zulke stuntelige titels zijn. Dus, dus je denkt, oké, nu doet hij het zelf ook. Ook een ironie. Ik proef daar ironie in, ja. Maar uiteindelijk gaat het dus niet om de verloren tijd. Het gaat er gewoon om te zeggen van, de tijd die wij verloren zijn, dus onze jeugd of wat dan ook, die zit in ons. Dat is het hele simpele idee. En als je door de wereld gaat, dan komt die tijd in contact met wat je tegenkomt. Ja, dus het is een ruimtelijk idee. Ja, ik bedoel, dat zijn we vandaag ook aan het doen. Want ik ben hier ook omdat ik nieuwsgierig ben naar een kamertje van 20 jaar geleden, bij wijze van spreken. Hè? Dus dat omschrijf ik meteen. Je noemde Balzac, maar daar moet ik dus ook meteen aan denken. Want ook Balzac was in zijn tijd op zijnzelfde manier controversieel. Of althans, hij wilde ook heel graag onderdeel zijn van zo'n salonwereld. En daar werd hij niet echt toegelaten. En dat was ook een heel getouwtrek van belangen. En hoewel hij wel al heel veel publiceerde natuurlijk in de tijd waarin hij schreef. Maar zocht hij ook naar een vorm van erkenning die hij niet kon vinden bij zijn eigen kringen. En dus je ziet dat steeds als een soort. En dat is ook in de Franse literatuur. Dat is natuurlijk. Ik denk dat bij heel veel schrijvers uiteindelijk gebeurt. Van, hoeveel mensen hebben nou de kans om een boek te schrijven en er ook nog erkenning voor te krijgen? Dat zijn twee dingen die eigenlijk los van elkaar staan. Dus en misschien ook wel helemaal niet zo belangrijk zijn. Maar waarom ik het interessant vind, is
ja, dat voorbeeld wat je geeft is gewoon zo grappig. Dat je die twee boeken omhoog houdt. Ja, het is absurd. En dat daar de minister van Cultuur bij zit. En al die belangrijke mensen die moeten lachen van... met een bek in één adem met Proust. Wat een barbaar. Terwijl je zegt van ja, wat zij doen in hun tijd is meer hetzelfde dan anders. En voor mij ligt het vrij dicht. Als je van de ene houdt, dan moet je ook van de andere kunnen houden. Als je het ene niet snapt, dan snap je ook het andere niet. Maar goed, dus dat was een beetje, zeg maar, de meest tekenende anekdote van hoe men reageert op Houellebecq. Als ik meld dat ik met Houellebecq bezig ben. Maar goed, nu heeft hij in Frankrijk dus wel met de kaart in het gebied de Prix Goncourt gekregen. Dat is de grootste literaire prijs. En dan zie je dus dat ook wel veel uitmaakt. En dat was ook, ze konden hem niet meer overslaan, toch? Dat begreep ik in die tijd een beetje. Zo van, hij moet hem wel een keer... Ja, ik was er dus bij het boek daarvoor, De Mogelijkheid van een Eiland, was ik aanwezig bij de plek waar dus die prijs dan bekend wordt gemaakt. Dan zie je dus een soort kamer vol met journalisten, met allemaal tv's, camera's en radio. Ik was met Erik Lieshout van de VPRO. Dus we stonden daar gewoon te wachten tot bekend werd gemaakt dat Houellebecq de Prix Goncourt had gekregen. Maar toen werd het iemand anders, met een of ander Niemendalletje. En toen, weet je nog welk boek dat was? Dat was iets François Weyergans. Het is niet eens vertaald volgens mij. Iets met 6 dagen bij mijn moeder of zo heette het boek. Ik weet het niet meer. Echt totaal Niemendalletje. En toen kwamen dus die juryleden naar buiten en die mogen dan interviews gaan geven. En dan was daar ook Bernard Pivot, dus die oude man van Apostrophe, dat is zo'n de grote cultuurpaus. Die meteen begon te verkondigen dat Houellebecq toch echt niet verdiende. En toen was er weer... Pivot vond juist van wel. Michel Tournier, die vond dat het absoluut niet kon. Dus die stond naast mij in het Duits voor de Duitse televisie te verkondigen van Houellebecq is helemaal niks. En wij hadden ondertussen dus de reservering bij het restaurant die op ons wachtte om te vieren dat Houellebecq de prijs zou krijgen. Dat ging niet door. En toen dacht ik, ja, dit is allemaal zo, al die oppervlakkigheid van... maar voor hem zelf was het heel belangrijk. Dus toen hij de keer daarna wel kreeg, was er volgens mij voor hem zelf echt zo van, oké, nu ben ik erkend. Maar hoe komt het dan dat die verwachtingen allemaal... Zo zijn dat iedereen denkt in 2005 dat hij dat gaat winnen? Hoe werkt dat dan? Hij had... Dat was PR hoor. Ik bedoel, voor hemzelf was het zijn beste roman, vond hij. En toen is dat ook op die manier de wereld ingebracht natuurlijk. Hij heeft ook nog... Ik weet niet of die film die erbij hoorde, die kwam al vrij snel ook op dat moment. Ik weet niet of dat... Was dat een jaar daarna? Ik heb nooit gezien, dus die zou je moeten zien, want het is hilarisch. Gewoon echt een soort. Als je dat als onbevangen kijker bekijkt, dan denk je: wat is dit voor rare film? Maar het is eigenlijk alsof. Ik ben een beetje bang voor dat. Nee, natuurlijk. Maar je moet het zien als van Michel Houellebecq leest voor uit eigen werk. Zo moet je het ervaren. Het gaat alle kanten op. Maar het is wel heel ontroerend, vind ik. Maar goed, dus die. Ik denk dat zijn uitgeverij alles op alles had gezet om die prijs toen te krijgen. En omdat hij het zelf zijn beste boek vond. En het was een vrij ambitieus boek natuurlijk ook. Dus, en er was ook niet heel veel serieuze concurrentie onder de genomineerden. Dus dan denk je, ja. 1 en 1 is 2. Ja. En dan 5 jaar later wint hij hem wel. En dat is dus daadwerkelijk belangrijk voor het wereldje... om dat dan toch serieus te nemen? Of hoe het is qua verkoop alleen al. Hè. Dus de prijs zelf bedraagt volgens mij iets van 10 euro. Alleen het wordt in zulke gigantische oplagen dan verkocht daarna. Dus Fransen hebben de gewoonte om in elk geval 1 keer per jaar een boek te kopen. Dat is de Prix Goncourt. Dus ook mijn vrienden die hebben dan de Prix Goncourt gekocht... Oh ja, wat grappig. Dus dan heb je echt oplagen van 600.000 boeken of zo. Ik heb altijd het idee in Nederland dat prijzencircus een beetje flauwekul is. Dat is het ook, ja. Dus... En kun je iets vertellen over hoe jouw samenwerking door de jaren heen is gegaan? En hoe dat vertalen te werk gaat en hoe je daaraan werkt? En jij... Nou ja, de
de samenwerking eigenlijk... Ik behoor tot de groep vertalers die het prettig vindt om de auteur te kennen persoonlijk. Mm-hmm. Dus er zijn ook vertalers die dat niet interessant vinden of juist niet willen. En er zijn trouwens ook schrijvers die daar totaal niet in geïnteresseerd zijn. Dus die denken van, ja, moet ik dat ook nog gaan doen? Dus die ook niet snappen wat een vertaler doet. Laten we dat voorop stellen. Van als je denkt, een vertaler die typt de woordjes over in een andere taal, punt. Zo denken veel mensen erover, ook in het publiek natuurlijk. Ja, waarom zou je dan veel tijd eraan willen besteden als schrijver? Dan denk je gewoon, nou ja, ik hoop gewoon dat het goed gaat. Maar als je gaat beseffen dat een vertaler het boek eigenlijk herschept, omdat de middelen van mijn taal niet de middelen van jouw taal zijn. Gewoon in het Frans loopt een zin op een bepaalde manier met het werkwoord op een bepaalde plaats. Je hebt bepaalde associaties, je hebt een bepaald ritme. Dat hebben we in het Nederlands niet. Dus ik moet in het Nederlands iets bedenken wat zou kunnen lijken op datgene wat die Fransman gedaan heeft. Alleen het lijkt er niet op, want het is Nederlands. Dus ik moet gewoon... ik moet bedenken hoe Houellebecq klinkt in het Nederlands. Dat bestaat nog niet. Dus, en dat is dus het hele punt van vertalen. Als je daar dan mee aan de slag gaat, dus de eerste kladvertaling, zeg maar, dan denk je, ja, ik kan dit niet. Het is gewoon helemaal niks. En uiteindelijk, door er steeds weer doorheen te gaan, door ermee te groeien, dan wordt het wat. Maar ik heb op elk nieuw boek dat ik begin weer van, ja, ik kan dit gewoon niet. Dus ja. Ik doe het nu 25 jaar, maar ik kan het nog steeds niet. Dus, maar dat is dus ook volgens mij de enige mogelijke prikkel om het goed te doen. Als je denkt van, nou, dit kan ik wel. Dit varkentje ga ik wel even wassen. Ja, dan wordt het niks. En dus je begint met een blok marmer eigenlijk. Zo, ja. Hoe ga ik dit in godsnaam? Ja. Hoe ga ik die eerste hak? Ja. De inslaan, ja. Waar in godsnaam? Want ik sla dat marmerstuk. Wat moet ik doen? Of zo, dat gevoel. Of ja. Zo. Kun je dan iets vertellen over hoe dat dan begint? Je krijgt zo'n manuscript. Je spreekt misschien van tevoren ook af al? Met de schrijver? Ja? Nou, niet van tevoren. Maar dat wisselt echt per schrijver. Met Houellebecq probeer ik altijd wel zo... in de beginperiode van mijn vertaalproces met hem te praten over het boek, zodat ik een idee krijg van waar die naartoe wil. Maar ik denk, nu bij dit nieuwe boek zal dat waarschijnlijk niet lukken. Hij doet geen interviews meer, hij wil gewoon met rust gelaten worden. Ja. Maar dat is niet erg. En dan heb je dat voorwerk een beetje gedaan, en dan heb je dat bestand of dat pak papier. En dan, hoe ga je dan van daar naar... Nou ja, langzaam aan beginnen. Dan ga je dus eerst... Je krijgt te maken met heel veel dingen die je niet weet. Dus ik woon natuurlijk al lang in Frankrijk, maar ik ben geen native speaker Frans. Ik moet altijd veel opzoeken. En sowieso in het Nederlands moet ik ook veel opzoeken. Dus dat is normaal. En je wilt niet allerlei dingen bij voorbaat uitsluiten door gewoon één versie op te schrijven. Dus je maakt aantekeningen van mogelijke opties. Dus dat waaiert al heel erg uit. En dan heb je nog te maken met... in het geval van Houellebecq, ik ken zijn werk zo goed dat de dingen die hij nu uitbrengt, die doen mij weer denken aan dingen die hij al heeft geschreven. Dus dan moet ik dat weer gaan checken. Dus het wordt een soort enorme wolk van allemaal informatie die ik heb nagezocht of genoteerd. En daar moet ik dan in de tweede ronde in gaan snoeien. Dus mijn tweede ronde is voor mij de belangrijkste. Want dan zeg ik, oké, dat hele pakket met informatie dat ik heb opgespaard in de eerste ronde, dat moet ik nu terugbrengen tot iets wat op een Nederlandse tekst gaat lijken. En dan... Ik bewaar wel dat andere nog natuurlijk, want we moeten ook weer naar terug kunnen. En dan zeg ik in mijn tweede ronde, alle problemen moeten worden opgelost. Wat natuurlijk niet kan, maar dan is dat het doel. En dan kun je soms ook echt gewoon 2-3 uur moeten nadenken over één woord. Omdat je denkt van, ja, dit is volgens mij een kernwoord, maar hoe los ik dit op? En het komt verderop nog een keer terug. En
is dat nou wel of niet belangrijk dat het hetzelfde woord is? Dat soort vragen, zeg maar. Het klinkt heel stom, maar je kunt het muzikaal misschien zien. Van een motiefje in de muziek komt verderop terug. En hoe laat je die twee tot elkaar verhouden? En dan mijn derde ronde. Dan ga ik weer door dat hele pakket dat al dan helemaal bijgesnoeid is. En dan ben ik meer bezig van, oké. Lees dit nu echt goed? Zijn er dingen waar ik over struikel? Dan moet het daarna wel min of meer af zijn. Dan krijg je het nog een paar keer te lezen natuurlijk in de drukproef en zo. Maar vooral die eerste ronde, ja, dat is gewoon een creatief proces. Je bent iets aan het maken wat er nog niet was. En is het dan ook zo dat als dus je hebt eerst die wolk, yeah. die of die boom met takken die alle yeah. kanten op kan groeien. En dat moet weer terug in het doosje gestopt worden yeah. of zo, hè? Yeah. En als het dan terug in het doosje gestopt wordt, heb je dan wel eens dat je denkt van, hè, maar het origineel is 480 pagina's en mijn versie is 420? Nee. Of is het trouwer? Of hoe werkt het? Nee, dat is een goede vraag. Dus in mijn eerste ronden, dus zeg maar de wolk of de boom, dan zit ik heel dicht met het Frans ernaast natuurlijk. De tweede ronde ben ik meer bezig met het Nederlands, maar ik heb natuurlijk die Franse teksten altijd naast. Dus ik ben wel steeds aan het checken. En in de derde ronde kijk ik het nog allemaal een keer heel goed na. Van, drijf ik niet te ver af? Vind ik nu wel dat deze toon klopt met de toon die ik in het Frans ook proef? Maar je moet eigenlijk snappen van, als twee goede vertalers hetzelfde boek vertalen, dan komt er uiteindelijk iets heel anders uit. Dat is het hele punt. Ja. Dus de tekst kan jou niet vertellen hoe je moet vertalen. En de auteur kan het ook niet. Dus je zult het jezelf moeten vertellen. En dat... Ja, dat is heel maf. Ik heb wel eens een oude vertaling van een roman en dan een nieuwe vertaling toevallig in huis. En dan... Maar als ik de eerste pagina lees, ik heb het dus bijvoorbeeld gezien bij Dostojevski, Herinneringen uit het Ondergronds, waar ik twee vertalingen van heb. Maar ook bij De Toverberg van Thomas Mann en ook bij iets van Tolstoy, denk ik. En dan als je de eerste pagina leest, en dan is dat heel artificieel, dat verschil. Maar als het goed is, kom je door het juist bij prozaïsche romanvorm ook in een soort flow terecht, waar je het ook een beetje... Ja, dat je het kunt loslaten, ja? Ja, ik weet niet. Dat maar misschien als lezer dan, maar niet als... Niet als vertaler zelf, denk ik aan, ja. En een extreem voorbeeld is dus Proust, waar er bestond een vertaling van Thérèse Cornips. Die heeft de hele Proust gedaan. En ik ben het samen met Rokus Hofstede opnieuw gaan doen. Juist omdat... Cornips zet het heel erg een bepaalde kant op. Namelijk van, ze wilde dat het zou klinken zoals het Nederlands uit de tijd van Proust. Dus ja, dan zit je aan Couperus te denken. Als je nu dat is dus eigenlijk redelijk nogal gewaagd om nu te zeggen van, ik wil nu dat het klinkt zoals het Nederlands van een eeuw geleden. Ja. Dus ik heb ook wel eens bij wijze van grap van, hoe vertaal je Plato dan in het Nederlands van 500 voor Christus? Ja. Dat bestond niet. Dus er klopt iets niet aan die opvatting. En bovendien is de Nederlandse taal veel meer veranderd met de jaren dan heel veel andere talen om ons heen. Dus volgens mij is dat een fout uitgangspunt. Maar dan kun je nog zeggen, oké, fout uitgangspunt kan leiden tot een mooie tekst. Er zijn veel mensen die haar tekst mooi vinden. Maar Rokus en ik vonden juist dat Proust is een modernist en zou ook als op die manier ervaren moeten worden door gewoon je leeservaring. Dan heb je dus een enorme kloof tussen twee vertalingen die heel goed naast elkaar kunnen staan. En als je die naast elkaar gaat lezen, dan heb je niet het gevoel van dit is dezelfde tekst. Ja, dat, bij dit voorbeeld kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. En dan, dus daar heb je dan ook echt opvattingen over van hoe dat... Maar die heb je altijd. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar ik bedoel, bij Houellebecq is dat toch weer anders. Bij Houellebecq is het ook heel duidelijk. Want als je Houellebecq zou vertalen met een normale gemiddelde vertaalaanpak... waar ik dus niet van hou. Ik hou niet van gemiddeld. Ik zoek altijd de hoeken op, zeg maar. Mm-hmm. Maar wat je dan zou doen, is dat rare... houterige of dat gebonk in die stijl, die gekke bokkensprongen,
de dartpijltjes, die zou je dan afvlakken. Dat zie ik dus ook in de Duitse vertalingen van zijn boeken. En dan krijg je dus iets wat middle of the road een beetje doorkabbelt. In het Engels ook trouwens. In het Engels ook, ja. Automized of zo? Ja, yeah, atomized. Yeah. Atomized, ja. Yeah. Wat helemaal niet de lading dekt van... De titel, dat doet de uitgever. Ja, maar, ja, fijn, ja. Maar sorry, ik onderbrak maar, je dus het, juist bij Houellebecq zou je zou een andere vertaler een heel andere aanpak kunnen kiezen. Omdat je dan gewoon... Niet omdat die vertaler nu denkt van ik wil dat anders doen. Maar gewoon als je geen feeling hebt met deze manier van schrijven. En je wil er gewoon iets gepolijsters van maken. Ja, dan kom je op iets heel anders uit dan ik. Want ik zoek juist naar die mini-breukjes en dat geknars. Dat vind ik juist het interessante. En kun je voorbeelden geven van waar het hem voor jou in zit? Hoe je dat... Hoe je dat... Nou, bijvoorbeeld, al is het maar die puntkomma's. Dus eerst heb ik de eerste editie van Elementaire Deeltjes heb ik heel veel puntkomma's eruit gesloopt. Omdat puntkomma is in het Frans heel gebruikelijk. In het Nederlands niet. Dus je denkt dan, oké, ik zwak het wat af. Want als ik het zo doe zoals hij, dan is het onverteerbaar. Maar later ontdekte ik, de puntkomma's zijn eigenlijk vaak... ook breukpunten in de zin. Dus hij schrijft iets en dan na de puntkomma gaat hij verder met iets anders, wat er eigenlijk los van staat. Dus waar een normale schrijver een punt zou zetten. En dat had ik dus ook gedaan in mijn eerste vertaling. En achteraf heb ik gedacht, nee, het is nu juist typisch Houellebecq dat hij dat niet doet. Dus dat er een omslagpunt in de zin zit, waar je denkt van wat gebeurt hier nu weer? En dat probeer ik dus eigenlijk steeds te doen bij hem. En daar heb ik ook kritiek of lezersreacties van. Waarom al die puntkomma's? Ja, dus je zowel bij Proust als bij Houellebecq hoor ik dat je probeert je echt door die ogen te kijken van die schrijver, maar dan... Met als hypothese van stel dat het in Nederland zou zijn. Ja, met andere middelen. Je daar probeert verplaatsen, zeg maar. Ja, je probeert te denken. Het is een onzingedachte. Maar als deze schrijver Nederlands zou schrijven, hoe zou die dan schrijven? Ja, en dat is het start van het creatieve proces. Dat is mijn start. Terwijl veel andere vertalers die starten met het idee. Of die zeggen van zo doen wij dat niet. Dat is het meest gehoorde argument. Van twee woorden naar elkaar, zo dicht op elkaar herhalen, hetzelfde woord herhalen, dat doen wij niet in het Nederlands. Of dat kan het Nederlands niet hebben. En het grappige is dat als je dan Franse vertalers spreekt, die vertalen Nederlands-Frans, die zeggen precies hetzelfde. Ja, in het Nederlands herhalen ze zo makkelijk en wij doen dat niet. Yeah. Dus blijkbaar is het een vertalersreflex. En dus nee, daar hou ik dus echt niet van. En ik ben eerder geneigd om te gekke dingen te doen dan te normaliseren. Maar ik probeer het altijd zo... Dus ja, als een schrijver bepaalde stilistische tics of opvallende dingen doet... Ja, dan probeer ik dat zo te herscheppen, zeg maar, in het Nederlands... dat je niet het gevoel hebt dat die vertaler iets doms zit te doen. Want dat is natuurlijk het... Je wordt erop afgerekend ook, hè? En word je erop afgerekend of alleen maar in hele specifieke kringen? Nee, ik bedoel, er zijn natuurlijk vaak zegt men, deze vertaling leest niet soepel. Ja, dat haal je de koekoek. De vraag is, leest het origineel wel soepel en wat is soepel precies? Ja. Dus het is geen interessante opmerking. Ja, want soepel in dit geval is helemaal geen voordeel, bedoel je? Nee, Want dan hou je helemaal niet over wat de schrijver in zijn eigen taal heeft gedaan. Dus eigenlijk, wat ik wil doen, is twee dingen die elkaar misschien wel uitsluiten. Is aan de ene kant laten zien dat ik goed kan vertalen. En dat betekent dus dat ik moet laten zien dat ik de norm in de vingers heb. Aan de andere kant wil ik me tegen de norm afzetten. Dus, maar om dat te kunnen doen, moet je eerst de norm natuurlijk op een bepaalde manier wel beheersen. Ja, en daar begint dus de moeilijkheid. En dus daarom dat blok marmer natuurlijk. Ja, dat je jezelf...
eigenlijk opzadelt met een bijna inherente onmogelijkheid. Ja. En dat is het creatieve proces. Het in hoeverre van die twee uitersten op zo'n manier inschatten, ja, dat er een creatief balans ontstaat die eer doet aan de geest en scheppingsdrift van die van het origineel, ja, of zoiets. Ja, dat is het. Maar daarom vergelijk ik het ook vaak met muziek uitvoeren bijvoorbeeld. Van, ja, daar zijn we gewend dat een Beethoven-sonate, als die door twee mensen wordt uitgevoerd, dat je dan, ja, twee verschillende dingen krijgt. En dat accepteren mensen ook. En ik vind dat dat bij vertalingen ook gewoon bij voorbaat moet worden geaccepteerd. En dat je dus niet het idee van natuurlijk het oude idee van de vertaler als verrader. Ja. Of ze hebben het altijd over, een vertaling is altijd een verlies ten opzichte van het origineel. Nou, ik zeg dan, als het een verlies is, is het ook winst. Want het betekent niks anders dan dat er een verschil is tussen de twee. En dat verschil is net zo goed winst als verlies. Je kunt het Frans ook bekijken alsof het een vertaling zou zijn van mijn Nederlandse tekst. En dan kun je zeggen, oh, het Frans is verlies. Ja. Het feit dat het in de tijd eerder was, of dat hij het bedacht heeft en ik niet. Daar gaat het dan even niet om. Het gaat er gewoon om van, hoe ga je om met twee teksten die in feite elkaars concurrent zijn, maar die toch niet precies hetzelfde zijn. Ja, in het toneel maak je onderscheid tussen vertaling en hertaling. Ja, ik weet het, ja. En dus waar je het over hebt, dat zou je ook als hertalen kunnen opvatten. Want het is een hertaling van, tuurlijk, al die atoompjes, al die losse woordjes, die gaan even helemaal uit elkaar. Jij zegt ook dat is een boom of een vertakking of een wolk. En dan wordt het weer in elkaar gezet. En dan heb je een herschikking van al die informatie. En als het goed is, kun je die twee boeken naast elkaar leggen. En dan denk je van, wauw, dit is hetzelfde product. De ene is in het Nederlands en de andere is in het Frans. Nee, dat vind ik niet. Of ik bedoel, je moet niet kunnen zeggen dat het hetzelfde is. Je moet meteen zien, het is iets anders. Maar het wil hetzelfde doen. Het is... Maar ik bedoel, toch breng jij met jouw Nederlands, omdat ik dat Frans niet goed beheers, breng jij toch voor mij Houellebecq dichtbij via jou. Jawel, maar goed, het is gewoon... je kunt niet doen alsof de vertaling er niet is. Je kunt niet zeggen van, eigenlijk is dit Houellebecq en die vertaling heeft zichzelf zo onzichtbaar gemaakt dat ik nu doordring tot de echte Houellebecq. Dus... Nee, dat is trouwens ook niet wat ik beweer. Ja. Even, dus dan moet ik dan anders verwoorden. Ik zei ook al, voordat we begonnen, zei ik dat ik het grappig vond dat ik jouw werk al zo lang ken. Dat jij zo nadrukkelijk in dat nawoord staat. Ja. Van zijn eerste boek. En dus voor mij ben jij ook altijd een hele zichtbare vertaler geweest. En ik volgde ook jouw blog samen met Rokus Hofstede. Waarbij jullie ook lieten zien hoe je aan vertalingen werkte. Dat vond ik toen destijds ook heel interessant. En als ik daaraan terugdenk, dan denk ik van, ja, er zit inderdaad een soort van paradoxale balans tussen dat je aan de ene kant als vertaler heel aanwezig bent en dat ik ook inderdaad denk van, oh, er is iemand in Autun, in de omgeving waar ik woon, die in mijn beleving inderdaad een bekende figuur is. Want dat is namelijk de vertaler van Michel Houellebecq. Die is voor mij belangrijk, want die heeft zijn boeken vertaald. En tegelijkertijd is het een manier vertalen om de schrijver die je bewondert dichterbij te brengen. Dus je drinkt ook ergens van de achtergrond. Dus het is een soort gekke, relatie. En jij zegt volgens mij dat in de optimale situatie dat naar beide kanten toe een beetje edgy is. Namelijk, want doordat je daar op die manier zo mee omgaat en daar juist karakter in toont en keuzes in maakt die atypisch misschien zijn binnen de norm, maar daardoor breng je juist ook weer die persoon, die religieuze persoon, erachter tot leven. Ja. En dat is je werk, je herscheppingswerk. Ja, dat is het punt van, nou ja, gewoon net als bij toneel, traditionele uitvoering. Zeg maar, je wilt Hamlet gaan uitvoeren. Dan heb je die tekst en eigenlijk heb je niks anders behalve de traditie van uitvoeren. Ja. En dus je zult dan moeten gaan kijken van, ja, wat staat er dan precies en hoe werkt dat en hoe stel ik het me voor? En op grond daarvan maak je iets. En zo gaat het natuurlijk bij het vertalen ook. Dat uiteindelijk wil ik
zo goed mogelijk neerzetten wat ik gezien heb. Dus ik lees dat Frans. En wat ik gelezen heb, wil ik zo goed mogelijk in het Nederlands neerzetten. Alleen nu wil het toeval dat mijn ogen zijn niet de ogen van iemand anders. Dus natuurlijk wil ik onzichtbaar zijn in de zin van ik wil niet voor Wallenbeck gaan staan. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het zijn wel allemaal mijn woorden. Dus ja. Dat is het rare ervan. Ja. Ja, de vergelijking met een muziekstuk is wel heel treffend, denk ik. Dat je, ja. Dat je, ja, je kunt als componist of nee, niet als componist, als arrangeur of als dirigent. Bach doen. En, je hebt een visie, zeg maar. Dat is, ja. Dat is het woord dat ik vaak gebruik. Van, je kunt geen woordjes over gaan typen in een andere taal. En dat was het dan. Want het moet altijd via een visie. En die visie, die kan ik natuurlijk niet vastleggen of zo. Dat beweegt ook trouwens. Ja. Maar dus laten we zeggen, ik ben een soort medium. Wallenbeck spreekt tot de Nederlandse lezer, ja, via het medium De Haan. En hoe is het dan, dat zei jij ook al helemaal aan het begin, en dat is misschien nu een mooi moment om naar die vraag terug te keren, van dat je al 23 jaar met dat werk van één hele specifieke schrijver zo mee optrekt, ja, van boek tot boek, dat het op je pad komt en dat je dat aangrijpt als een enorme interessante kans en dat je daar nu zo ontzettend in zit. Hoe dat voelt. Ja. Hoe dat is. Wat een maf idee ergens. Of het, zo. Het is iets heel raars, ja. Ik voel het duidelijkst op het moment dat er weer een nieuw boek uitkomt. Want dan weet ik, dit gaat me uiteraard weer verrassen. Van iets wat in het verleden ligt, dan kun je van denken, oh, dat heb ik nu geassimileerd. Dus ik weet hoe dat is. Alleen, ik leid niet het leven van Michel Houellebecq. Dus wat de volgende fase zal zijn, dat weet ik nooit van tevoren. Dus het is altijd heel erg spannend van wat gaat er nu komen? Hoe wijkt het af van mijn visie? Dus ik heb een visie, die wordt dan weer doorbroken door het volgende boek. Of het wordt... Kun je daar iets over vertellen? Als je zegt, ik heb natuurlijk een visie en die wordt doorbroken. Hoe moet ik dat dan... Nee, maar je ziet het als een soort... Een opbouw van informatie. Van ik heb informatie die opgebouwd is op grond van wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik heb, weet ik veel, ik weet niet eens hoeveel boeken van hem vertaald. 11, 12 nu. En dat, ik maak mezelf dan wijs van dat is maar mijn bagage. Wat natuurlijk ook niet klopt, want ik heb dat helemaal niet paraat allemaal. Het zit niet allemaal in mijn hoofd. Maar je denkt van oké, dit ken ik. Hier heb ik me zo lang mee bezig gehouden. Dus als er iemand het moet kennen, dan ben ik het wel. Maar dan komt dat volgende boek en denk je, jeetje, is dit dezelfde schrijver? Juist omdat je dat andere allemaal kent. Dan is het altijd confronterend, zeg maar. Nu bij dit nieuwe boek heb je ook... Heb je wel eens gedacht van, dit kan gewoon niet? Dit nieuwste boek, Anéantir, daarvan... dacht ik echt van, hè? Ten eerste, wat wil die ermee? Ten tweede, herken ik hier wel dezelfde Houellebecq in? Ja, natuurlijk, in veel aspecten wel. Maar dus de vraag alleen al van, wat wil die nu met dit boek? Dat is een hele interessante. En ik zit daar dan toch weer mee te worstelen. En dan komt het al vertalend, komt mijn visie weer naar boven. En aan het eind van het proces, dan heb ik weer het gevoel van, nou, nu heb ik het kunnen plaatsen. Maar zover ben ik dus nog niet nu. Ja. Dus het is. Het heeft iets heel raars. En begint dat dan ermee dat je het een paar keer leest? Of begint het dat je gewoon bij die eerste pagina meteen aan de slag gaat met. Nee, ik alle lees het wel. Maken? Ik lees het. Notities maak ik eigenlijk. Ja, die maak ik in mijn hoofd, zeg maar. Het is meer. Ja, heb je iets gelezen over dat nieuwe boek? Of, ik heb wel wat gelezen, ja, maar nog niet veel. Nee, ik ook, vermijd dus zelf... Ergens wil ik het ook niet weten. Ik wil meer. Gewoon die ervaring, ja, die ik ook heb van de eerste keer herbeleven steeds of zo. En je wil eigenlijk niks weten, ja, en erin. Nou, dus ik ga er niks over
over zeggen. Ja, ja maar nee. Goed. Nu nee. In het belang van, de, van ons gesprek wil ik natuurlijk wel, ben ik wel benieuwd naar wat je erover wil zeggen. Dus ik bedoel, voel je vrij om erover te zeggen wat je wil. Mijn indruk was van, de titel betekent vernietigen. En dan waren ook mensen die meteen tegen me zeiden, oh, dan heb je weer zo'n Willebekiaanse tekst over negativiteit. En ik dacht van, nou, volgens mij is dat dit echt niet hetzelfde. Dus het gaat niet over negativiteit. Mijn eigen indruk was van, eigenlijk gaat het boek over niks anders dan de tand des tijds. Van, we worden langzaam vernietigd en aan het eind is het afgelopen. Wat ik dan best raar vond, want daar gaan zijn andere boeken niet op die manier over. En nu heeft hij één interview gedaan in Le Monde over dit boek, waar hij ongeveer hetzelfde zegt. Van, de kaart in het gebied eindigt het ook met een oud stel, een politiecommissaris en zijn vrouw. En het gaat ook nog over Jette Martin, dus de hoofdpersoon die dan ook, ja, langzaam het einde tegemoet gaat. Maar het einde wordt niet beschreven. Dus het is alsof dan de romanvorm ons het zicht ontneemt op het natuurlijke einde van het leven. En ik heb het gevoel dat hij dat nu wil laten zien in dit boek. Maar dat maakt het ook een heel raar boek, omdat je dan geen normale spanningsboog meer kunt opzetten. En hij heeft ook één spanningsboog erin, die houdt ineens op. Dus dat is heel, het is heel vervreemdend. En dan, als ik jou goed begrijp, dan is het onderdeel van jou, van hoe jij jouw eigen taak opvat, dat je niet alleen die woorden en die zinnen en die passages vertaalt, maar ook het effect bijvoorbeeld van zo'n abrupte stop van een boog of zo. Je moet al, je moet, volgens jouw poëtica, die effecten ook overhouden. Mijn poëtica zou eigenlijk opnieuw komen dat je de allerkleinste details moet je terug zien te koppelen aan je visie of van het geheel. En het geheel moet je weer terugvertalen naar de details. En dat blijft natuurlijk eindeloos rondcirkelen. Het is nooit af. Maar dat is ook, zo werkt lezen. Dus en de meeste lezers is het niet gegeven om na het uitlezen van een boek weer opnieuw te beginnen. Dat geluk heb ik dan wel. Maar zo werkt dat dus. Dat je ook, dus bij dit nieuwe boek zal ik me moeten afvragen van, wat is de functie van humor? Want bij die andere boeken heb ik dat inmiddels wel kunnen plaatsen, van hoe humor werkt bij Wilbeck. Maar dit nieuwe boek lijkt minder humor te bevatten. Het lijkt milder te zijn. Dus je moet toch een manier vinden om ermee om te gaan. En ook om te kijken van, zit er nu heel subtiele ironie in dat boek? Of wil hij dat juist vermijden? Of hoe zit dat precies? Dus dat weet ik nog niet. Dat moet ik echt nog aanvoelen. Ja. Dit zijn aspecten waar ik nooit over heb nagedacht. Wat je nu als laatste zegt, dat ook nog allemaal bij je inschattingsvermogen hoort. Ja. Dat je denkt van, wat wil hij nou eigenlijk? Zit hij nou, is dit zijn hele opslachtige manier om ironie te bedrijven, dat hij zo serieus is? Of is hij echt serieus? Of weet je wel, en echt je oor te luisteren leggen naar een boek en dat naar eer en geweten vertalen behelst dus ook dat je op die manier inschattingen maakt over hoe dat boek, hoe je hem erin legt of zo. En dat is dan dus nog maar kant één. Want de tweede kant is van, humor en ironie werken in het Nederlands niet op dezelfde manier als in het Frans, omdat je gewoon een andere culturele context hebt. Dus ook als, in Elementaire Deeltjes heb ik dat een paar keer gehad, van dat je denkt van, nu doet hij iets met de stijl. Hij blaast het een beetje op. Dus het klinkt hoogdravender. Maar Franse hoogdravende stijl is anders dan Nederlandse. Want ik heb ook wel een boek vertaald van een filosoof, Michel Onfray, waarvan ik dacht, toen ik het af had, was mijn eerste grote opdracht, oh, dit klinkt wel echt heel hoogdravend. En later, toen ik het nog opnieuw kon bewerken, toen dacht ik uiteindelijk van, ja, maar in het Frans klinkt het niet zo hoogdravend als bij ons. Dus als je één op één vertaalt, dan hou je niet dezelfde stijl over als in het Frans. Dus er moet altijd ook een stilistische
omslag plaatsvinden. En ook op humorgebied van... Ja, Fransen lachen op een andere manier dan wij. Dus wij moeten dan sommige dingen afzwakken, andere versterken. Dus dat is dan weer het uitvoeringsgedeelte. Maar eerst moet je dan herkennen, dus van wat gebeurt er precies. En komt er ooit een moment in dat proces dat je echt zo die twee boeken naast elkaar hebt liggen en dat je er zeg maar synchroon doorheen bladert? Of is dat een karikaturale... Nou, dat doe ik wel aan het eind wel een beetje om te kijken van... of je bedoelt als het gedrukt is. Nou, ik weet niet. Ik stel me zo voor dat je dat zo gek... Ja, iets heel mafs is of zo. Dat je dan dat ene boek hebt en dan dat proces en dan dat andere boek. En dat je dat nog even doorheen moet van klopt het wel? Is dat zo letterlijk of lees je gewoon het boek en dan denk je van... oh ja, in Nederlands leest het lekker, dus het is goed? Of? Nee, maar het gaat veel verder, want... Je bent er dan denk ik wel een keer of zes doorheen gegaan uiteindelijk. En je kent het gewoon. Het is jouw boek geworden. Ja. En dus dat is, ik durf het haast niet te zeggen, maar als ik nu naar de Wordback boeken grijp, dan grijp ik naar mijn vertalingen, niet naar het Frans. Ja. Want dat is het boek. En dat Frans, dat... Ja. Dus wat ik wel doe... ik heb een paar keer vertalingen herzien voor een latere editie. Dus dan kijk ik er wel weer grondig naar. Ik heb ook een paar keer meegemaakt dat studenten of gewoon amateurs... het hele boek vergeleken hebben met het Frans. En dan toch nog een lijst met opmerkingen stuurden. Wat ook best confronterend kan zijn, maar wel leuk. En dan ga ik er weer naar kijken natuurlijk. Dus maar het raar is... Er zijn mensen die zeggen, vertaling is nooit af. Maar dat vind ik zo'n cliché. Vertaling is nooit perfect, zeggen ze dan. Ja, maar dat is logisch. Een boek is nooit perfect. Ja. Origineel is ook nooit perfect. Want het idee van perfectie, dat stamt uit de wiskunde. Er is niet een manier om te zeggen, oké, hier 1 en 1 is 2. Nee, zo werkt het niet. Het heeft alleen een bepaald effect... Daar gaat het om. Dus je moet niet gaan zeggen van... het is nog... natuurlijk, je kunt vertaalfouten maken, maar... Dus je hebt niet de oervorm en de afgeleide... maar het zijn gewoon andere... het zijn creatieve processen die... Ja, dus, leiden tot een herschikking en een... In mogelijkheid van een eiland. Dan laat Wordback zijn hoofdpersoon eerst zijn Bentley verkopen... en 200 of 100 bladzijden later stapt hij weer in die Bentley. Dat heb je waarschijnlijk gelezen. Een essay van mij heb ik dat ook genoemd. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus dan kun je zeggen, oh ja, dat is een continuïteitsfout. Ja. Yeah. Dus dat heb ik toen tegen hem gezegd. En hij heeft het, corrigeer het maar. Hij heeft het niet gecorrigeerd in de Franse editie. En hij heeft later in de briefwisseling Publieke Vijanden, een passage, dan zegt hij van... ja, mijn Nederlandse vertaler, die maakte me erop patent dat dit niet klopte. En hij had er natuurlijk gelijk in. Maar ja, toch zag ik mijn hoofdpersoon in die Bentley stoppen... ook al was dat ding al verkocht. En ik heb nu besloten, zegt hij dan, om het voortaan gewoon zo te laten... want dit is mijn poëtische voorstelling... En dat geeft precies aan wat ik net zei, van perfectie. Ja, wordt het boek beter als je niet in zijn Bentley laat stappen? Nou, dat maakt mij echt helemaal niks uit. Ja, dan keren we weer terug bij wat ik net over Quentin Tarantino zei. Ja. Als voorbeeld van hoe ik dan naar kijk. Voor mij zijn al die... Ja, voor mij lijkt de schrijver met al die voorbeelden te willen zeggen van... Ja, maar daar gaat het toch niet over. Het gaat om iets wat daaronder zit. En inderdaad, als ik een Bentley verzin die verkocht wordt... en later stapt iemand er weer in... dan is dat blijkbaar een consequentie van mijn alle kanten opzwiepende verbeeldingsvermogen. En waarom zou dat niet weer iets dichterbij brengen bij de vraag wat het leven is? Want ja, blijkbaar is dat hoe mijn fantasie rondzwiept. Maar lezers willen dan graag... Dus lezers willen dat het consequent is. Ik krijg al... Brieven, echt hele grappige brieven van iemand bijvoorbeeld die zegt... in Platform stapt een man uit de bus en hij loopt door een draaihekje. En dan krijg ik dus een brief van een man die zegt... ik ben daar geweest en daar staat geen draaihekje bij die bushalte.
Oké. Maar ja. Dan denken ze dus dat het de fout is van de vertaler. Ja, een beetje zoals mensen ook bij de Titanic die raampjes gingen tellen of zo. Van dat is gewoon dat oude klassieke idee van realisme als maat der dingen. Terwijl. Het punt 1 is dus mensen kunnen continuïteitsfouten niet verdragen. Maar punt 2 is, als je dan zegt van ja, maar de schrijver ziet het zo voor zich. Ja, dan zeggen ze, oké, doet hij het dan expres? Nee, dat ook niet. Het was niet expres. Dus dat maakt het nog moeilijker. Het is niet een bewuste intentie van Welbeck om een continuïteitsfout te maken. Maar achteraf gezien zegt hij dan, zo werkt poëzie. Poëzie betekent dat je vanuit verschillende tegenstrijdige perspectieven naar de wereld kunt kijken. Dat je die naast elkaar kunt zetten. Dat zegt hij ook over zijn eigen poëzie. En hij wil eigenlijk dat dat in de roman ook moet kunnen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dus. Ja, ik ben het er ook mee eens. En ik zeg vandaag bij herhaling dat ik denk daarin te zien dat de schrijver daarmee impliciet zegt van ja, daar gaat het voor mij niet over. Het gaat voor mij over wat. Ja, dat ik bezig ben met hoe die wereld binnenklapt bij mij. En dat kan op allerlei manieren. En blijkbaar heb ik dat nu iets door elkaar gehaald. Ja, dan is dat wat binnenklapt. Of zo. En dat brengt mij ook dichterbij. En dat maakt hem een groot schrijver in deze tijd. Omdat hij daarin weer iets volstrekt nieuws doet. Nou herinner ik me ook weer wat de crux was van wat ik gisteren aan de auto zat te vertellen. Van dat toen ik voor het eerst die ervaring had van wow, mag dit ook. Die ervaring ging erover dat ik dacht van hier doet iemand iets volstrekt anders dan alles wat ik tot nu toe heb gezien of gelezen. Ja. Dit mag niet of dit schijnt niet te mogen, maar hij doet het toch en hij doet het overtuigend. Het neemt me mee en het is niet provoceren om het provoceren of doen om het doen. Of het is niet in die zin anti, maar aan het einde van nadat ik elementaire deeltjes gelezen had, was ik nog weken van slag. Yeah. Als Welbeck zo'n vetje geeft over de mensheid, de afschaffing van die menselijke soort, dan zit je toch wekenlang ineens zo van, wow, free your mind gewoon, weet je wel. Het is inderdaad, misschien is dat al aan het toe gaan. Zo. Je wordt toch even over het randje geduwd dan. Hè? Yeah. Dus het is niet alleen maar dat iemand iets doet wat niemand doet, maar plus het effect van wat die daarmee bereikt, wat gewoon goede kunstwerken doen, namelijk iets openbreken en je weer op een hele nieuwe manier naar die blauwdruk van dat leven laten kijken. Alsof je ineens een soort van X-ray vision erbij hebt gekregen, die je ook even aan kan zetten. Ja. Een knopje in je hoofd van, oh, ik kan ook zo naar de wereld kijken. En dan voeg je weer een laagje toe. Of zo, hè? Ja, ja. Dat doet hij wel, ja. Bij hem gaat het toch ook over tenminste, zo voel ik het. Het normale leven. Het leven zit er altijd in. Ook al hebben we het over hele grote thema's, dan nog steeds moeten we verder leven. En dat is dus misschien juist wel wat het allemaal zo moeilijk maakt. Van, je kunt niet hele grote thema's gaan aanstippen en doen alsof de rest er niet meer is. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Er is nu meer chaos dan ooit en iedereen is een beetje de weg kwijt. Maar dat lees ik ook in de boeken van Welbeck. Ja, en wat je nu ook schrijft van het leuke aan het kaart en het gebied is dat hij zichzelf ook opvoert als personage. Met heel veel zelfspot, als een soort bespottelijk figuur schetst, dan, en hij heeft ook vaker in interviews dat aangegeven. Dat is een hele. En daar herken ik ook in van mijn eigen leven. Dat je kunst en je werk kan heel belangrijk zijn. Maar het is nooit zo dat je helemaal in dat werk kan verdwijnen. Altijd het echte leven. Ja. En dat echte leven, dat kun je inderdaad opvatten als dat gekwakkel. Dat altijd maar ook doorgaat. En wat zijn weg moet vinden. Naast al dat andere en naast die verheven ideeën. Dat maak ik er ook een beetje uit op wat je zegt. Nee, en het gaat zelfs nog verder. Want bedoel, we hebben het over het vertalen gehad. Maar
Het vertalen betekent in de praktijk dat ik gewoon... vooral vroeger, nu kan ik het niet meer... maar gewoon 10 uur per dag achter een computer zit. Hoezo echt te leven? Ja. dus je, het feit dat je een lichaam hebt dat zegt van... nee, je moet nu echt opstaan. Je moet gaan wandelen, je moet stoppen met werken. Je denkt bij een kunstenaar ook, die leeft voor zijn kunst. Maar hoe zit dat dan met dat lijf dat ook nog bestaat? Dat vind ik dus een hele interessante kwestie van... ik heb de neiging om altijd maar door te gaan in mijn werk... om te denken dat ik samenval met mijn werk. Maar dat kan niet. Ja, dat wil ik ook helemaal niet, maar ik heb wel die neiging. Ja. Ja, dat is een herkenbaar verlangen. Ja. Ja. Dat heb ik ook heel lang over gedaan bij mezelf... om die nood te kraken. Dat je niet samenvalt met je werk... en dat je niet ooit een werk kan maken waar je dan in verdwijnt... zoals je in een zwembad kan springen. Ja, dat is het, ja. En, want op een gegeven moment dan ben je er weer klaar mee... en nog geen week later ligt het al achter je... en moet je weer iets nieuws. En dat is gewoon het leven zelf. En kunst is een poging om dat leven zelf te begrijpen. Het is niet andersom. Ja. Het is niet het leven zelf wat jou ingeeft om die kunst te gaan maken. Ja, misschien ook, ik weet niet. Nou ja, waarom schrijft Houellebecq? Bedoel, jij zegt van... het is om zijn lijden op een bepaalde manier vorm te geven. Of om daar een verklaring voor te zoeken. Dus in De kaart in het gebied, misschien is dat de reden waarom ik het zijn beste boek vind. Is dat hij probeert te verklaren wat bezielt een kunstenaar. Ja, ik wilde het net aan je vragen. Het is grappig, die vraag zit echt op het puntje van mijn tong. Van wat maakt dat dat boek jouw favoriete boek is? Ik denk dat hetzelfde is als in mijn eigen situaties. Van eigenlijk ben je bezig met het creëren van een parallele wereld. Dus het is een soort ontsnappingsgedrag ook. Aan de ene kant vind je dus blijkbaar de bestaande wereld niet genoeg. Want dan ga je geen kunst maken. Dan ga je gewoon lekker... in die bestaande... Dan ga je op in je sociale leven of in je... weet ik veel. Maar waarom ben je zo idioot om met heel veel moeite kunstwerken te gaan maken? Dat is iets heel raars. Vind ik. Ja. Ja, voor mij is maken zo'n tweede natuur. Ik weet niet. Ja. Ik bedoel, ik ben helemaal met je mee wat je zegt. Maar dus ik weet niet beter dan dat ik vanaf mijn derde of mijn vierde al zat te tekenen bijvoorbeeld. En dat en de vorm is met de jaren mee veranderd. En het heeft allerlei vormen aangenomen. Nu is het misschien podcast maken, wat weer iets heel anders is dan wat ik de voorgaande jaren heb gedaan. Maar bij mij is dat omdat ik... als ik dat een paar dagen of een paar weken niet doe... word ik gewoon ongemakkelijk en onrustig. En ga ik draaien en word ik een beetje vervelend iemand. En dan gaat mijn omgeving mij teruggeven. Waarom is dat dan? Ja, dat is een interessante vraag. Bij mij, ik denk dat ik een drive heb om dus te begrijpen... zo van, what is this shit? Of zo, van, waar zitten we in? Oké, ja. Dus ik word onrustig. En, en weet je wel, als ik 2 weken zwangerschapsverlof heb, dan na in de derde week, dan hoe goed, hoe fijn Lara het ook vindt dat ik help met de baby. Zij is heel blij dat ik dan uiteindelijk weer 2 opnames heb gedaan. Want ik ben een veel betere hulp voor haar in die dagen daarna weer of zo. En dan daar zie ik het al heel letterlijk weer terugkeren meteen. Ja. En dat is hoe ik het bij mezelf bespeur. Dus het is voor mij helemaal niet goed, makkelijk te articuleren. Behalve dat ik weet dat ik onrustig en ongemakkelijk word van dat niet doen. En dat is voor mij het creatieve proces. Ja. Oké. Nou ja, dat heb ik dus ook. Maar ik... er zit toch ook wel een vorm van vluchtgedrag of zo? Of, Zeker. Dus, dat zit er bij mij dus van... En ook... denk ik, van die parallele wereld die je maakt... die kun je wel zelf vormgeven en beheersen. Of tot een bepaald hoogte. Van, ik zal nooit zeggen dat het helemaal dichtgetimmerd zit. Maar dat maakt het van... oké, hier heb ik iets. En
Terwijl hier glipt alles weg natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dus ik denk dat het een combinatie van al die dingen is. Ja. Hè? Dat, er zijn ook kunstenaars of schrijvers die niet dood willen en een oeuvre creëren om zichzelf te vereeuwigen. Er zijn ook mensen die roem of nastreven. Dat zijn dingen die dat had ik misschien vroeger wel toen ik 18 was, dat ik daar fantasietjes over had of zo. Maar mijn drive, zoals ik me dat heb leren bij mezelf heb leren kennen, heeft veel meer te maken met die onrust en dat willen begrijpen van die rare wereld waar we in zitten. En bij mij zit er dan weer niet. Ik zit niet 10 uur achter elkaar een computer. Dus bij mij, dat vind ik wel magisch klinken. Maar ik zou dat niet willen. Ik zou dat niet willen, maar goed, dat is. Ik kan het nu niet meer, hè, want ik heb echt grote rugproblemen. Oh, maar, yes, dus vandaar ook het fotograferen. Dus, maar dat is weer hetzelfde. Van als je nu ziet wat voor foto's ik maak. Dat is ook een parallele wereld op grond van het bestaande. Dus niet van laat ik nu het bestaande zo goed mogelijk weergeven. Dus dat is weer net als in dat boek. Dit soort dingen. Van... Oh, ja. Dit was tijdens de lockdown. Dus de boom van de voorkant van het boek. Dit is een autain, toch? Ja. Ik herken het gewoon. Maar deze? Niet die wijkje. Van, Of die sfeer gewoon, denk ik. Ja. Dat ik. Ja, goed, ik mocht niet verder, dus. Ja. Grappig. Ja. Even denken, ja, we hebben al zo ontzettend veel gesproken. Ja. En ik kijk met een half oog op de klok. Kun je geloven dat we al 3 uur aan het praten zijn? Het gaat echt vanzelf, hè? Ja, dat is zo makkelijk. Grappig. Ja, dus dat ik begon het gesprek met de vraag van met het voorstel om dat fenomeen van die Michel Houellebecq die dan in één keer voor zoveel mensen iets gaat betekenen en een soort celebrity wordt, maar wel een schrijver is en dat gekke, om daar wat grip op te krijgen. Heb je die gekregen? Ja, dat vraag ik me nu af. Hè. Zijn we ook nieuw. Ja. Misschien heb je zelf nog iets waarvan je denkt, dat vind ik leuk om nog te vertellen. Of dat wil ik graag nog op tafel leggen. Ter afronding van ons gesprek. Nou ja. Nee, misschien. Wat ik met die man voel. Zeg maar, veel mensen denken dat het een soort zwartkijker is. Nou, dat gevoel heb ik al helemaal niet. Hoewel die natuurlijk de moeilijke kanten van onze wereld naar boven brengt. Maar ik heb ook op een gegeven moment een paar dagen met hem opgetrokken. Dat ik hem echt beter leerde kennen. En het is volgens mij een soort autist. Dus hij getuigt niet van belangstelling voor andere mensen. Hij zal nooit vragen, hoe gaat het met je? Wat ben je aan het doen? Maar ik voel bij die man een enorme zachtheid ook. Dat is dus het... Ja, misschien wou ik dat nog meegeven. Dus dat zie je ook als hij naar muziek luistert en ontroerd raakt en gaat huilen. En als hij met zijn hond wandelt en... ook in zijn heel ontwapende humor, zeg maar. Live heeft hij een heel leuke vorm van humor, wat mensen ook niet verwachten, volgens mij. Dus ik ben heel dankbaar ervoor eigenlijk dat ik een paar keer, echt een paar dagen met hem ben opgetrokken. 1 keer in Spanje ging ik hem interviewen voor de Volkskrant. Toen bleek hij daar naturisten dorp te zitten in zijn eentje. Want het was november, er was niemand. Ik kwam daar aan en ik wist dat niet. En ik zag van die enorme borden van naturisten. Oh jee. Maar toen hebben we daar 3 dagen lang zo samen opgetrokken. Ik steeds bij hem ontbeten en zo. En, dus het geeft een soort gevoel over die man dat niks meer te maken heeft met alle... Ja, het beeld van Houellebecq als cynist of cynicus of nihilist, dat zie ik dus helemaal niet.
Dus in die zin vind ik het toch wel... Ja, ben ik er wel dankbaar voor dat ik hem op die manier heb leren kennen. Dat dat ook een andere ingang in dat werk geeft. Ik weet niet of jij dat voelt in dat boek. Ja, heel sterk. Ja, dat beeld dat je nu schetst van iemand die in november in zijn eentje in het zuidste puntje van Spanje in een nudistendorp zit, dat sluit veel meer aan bij het beeld wat ik van hem heb dan de cynicus die van hem gemaakt wordt als karikatuur in de media. Ja. Ja. Het is iemand die inderdaad aan die randen van die wereld als een visionair. Ja, visionair wordt hij ook genoemd, maar meer zo iemand die als een soort van oog, iemand die gewoon talent voor kijken heeft. Ja. En die goed kan kijken. Misschien vanwege zijn autisme. Ja. Dat is denk en, ik, en dat kan omzetten in humor. Dat zal ook waarschijnlijk gewoon talent zijn wat je op de schoolpleinen leert als je een beetje een outcast bent. Zo heb ik dat bij mezelf gezien en bij mensen om me heen. Dat je gevoel voor humor traint omdat je moet binnenvechten in een sociale cultuur. En die combinatie van dat goed kijken en een beetje een buitenstaander of outcast zijn en mensen die hem niet helemaal begrijpen en dat zorgt dat hij dan in één keer dat talent kan kanaliseren. En doordat je aan die randen zit en kijkt naar die wereld waar je nooit echt helemaal bij kan of bij mag of misschien ook dat niet helemaal wil, maar wel met een liefde en een zachtheid. Anders zouden er nooit om te beginnen die boeken zijn. Dat is ook altijd wat ik bij grote kunstenaars vergeten mensen de daad van het scheppen te zien als de antithese op de inhoud van het werk, als ze dat al cynisch vinden. Het is toch dat. Is dit dan geen liefdesarbeid, die stapel boeken of zo? Hoe denk je dan dat die anders ontstaan zijn? Dat is dan niet een enorme. Iemand met zo'n enorm gevoel. Maar achter goed, het kan ook narcisme zijn. Er zijn mensen. Kan ook, ja. Maar dat denk ik dan te zien dat dat het niet is. Nee, dat het die liefde is. En dat bevestig je voor mij door zo'n, door zo'n beeld. En dat is een mooi beeld om. Om hem mee achter te laten, zeg maar. Dat gevoel heb jij als vertaler goed vertaald. Want dat is het gevoel wat ik ervan gekregen heb door al die boeken te lezen. Dus, dat is mooi, Misschien zijn we daarmee toch een soort van rond. Ja. Het is altijd bij zo'n podcast een beetje een schijn van rondheid. Zo, maar goed, ik krijg ook wel eens terug van mensen zeggen van het voelt echt alsof het rond is. En dat gevoel heb ik nu weer. Dus dat is misschien een mooi moment om er een strikje doorheen te doen. Nee. Mooi gesprek. Jij heel erg bedankt voor je tijd en het liefdeswerk wat je in de vertaling van die boek hebt gelegd. En ik vind het heel leuk om veel meer nu te weten over hoe je dat aanpakt. Dus heel erg bedankt ervoor.